niet bang, de mijne is echt meters lang. Kom traag op gang, maar heb geduld. Van Arendonk, waar wij stampen op kaai uit een boom. Droppen wit
Sprekendonk. We zijn nog maar één etappe verwijderd van de finale. Onze strijders nemen het vandaag tegen elkaar op in het idyllische landschap van de Surrey Hills. Naast de renners thuis gaan zich ook weer vijf renners klaarmaken bij ons in de arena. We trappen af met Etienne van Empel van Dutch Racing. Deze ervaren renner werd derde tijdens de Ronde van Taiwan, negen in de koninginnenetappe van Turkije en reed drie keer mee in de vroege vlucht in de voorbije Giro. Etienne begon in 2015 al met Zwift, maar na het zien van de uitzending van eRacing TV startte hij ook met Zwift-koersen. Dat vinden wij mooi om te horen, Etienne. Succes vanavond. De
Dan hebben we renner nummer 2, Lennart Teugels van Tartaletto Isorex. In 2018 eindigt hij op de tweede plek bij de Tour de Vendée, een van zijn vele topprestaties. Inmiddels heeft Lennart ook zijn sporen verdiend op Zwift, want hij werd namelijk 11e op het WK Zwift. Hij staat 11e op de wereldranglijst in Zwift en is leider in de Beneliga. Zijn geheim? Nooit naar de masseur. Ton de benen. Dan gaan we naar strijder nummer 3. Finse Laura Vainompa. In S-Bikes Dolcini. Deze voormalige ijshockeyer draaide in 2019 een topseizoen waarin ze 5 overwinningen behaalde. Ze werd onder andere provinciaalskampioen Vlaams-Brabant op de weg. En veel tijd om te trainen heeft ze niet, want ze heeft namelijk iedere ochtend om 4:30 de post. In de namiddag stapt ze op haar fiets om te trainen, want ze wil ooit profrenster worden bij een goed UCI-team. Renner nummer 4, daar hebben we Jari Stravers van Jan van Arkel. Jari zit al 104 dagen achter elkaar op de fiets. Sterk is hij daardoor zeker, ja, want hij reed namelijk de Innsbruck-Kon, dus etappe 2 uit op de 11. Door een gebroken kabel. Hopelijk heeft hij vandaag meer geluk. En dan gaan we naar de vijfde renner. De renner van Swift Academy Finalist 2020, Jochem Kerkhout van BPGA. Deze strijder heeft meer indrukwekkende titels op zijn naam staan hoor. Zo werd hij 10e in de Carpathian Courier Race, ja dat ben ik. En in de 25e in de Omloop het Nieuwsblad bij Belofte. Jochem wil het maximale uit zijn wielercarrière halen met de droom om profrenner te worden. Welkom bij eRacing TV. Daar zijn we weer, etappe nummer 9. We gaan weer vlammen vanavond en wat een line-up hebben we vandaag voor jullie klaarstaan. Dames aan top vanavond, want we hebben niet alleen een dame op de fiets zitten, maar we hebben ook twee dames bij ons aan de desk, Lucinda en Iris, welkom. De renners hier bij ons in de studio zijn er natuurlijk, maar er zijn inmiddels zich ook allemaal renners klaar aan het maken thuis, want ik zie de zoombeelden om een schuin oogje zich allemaal klaarmaken. De renners zich aan het voorbereiden op een strijd vanavond. En wat voor strijd, want we hebben momenteel de nummer 1 in de competitie bij ons in de arena, Lennart Teugels. Dus die gaat vanavond voor ons live de strijd aan. Wat kan die misschien vanavond het klassement binnenhalen? Dat gaan we later zien. En waar strijden ze dan ook alweer om in het klassement? Want het gaat niet alleen om de eretitel. Ze mogen daadwerkelijk ook wat mee naar huis nemen. Nou, de winnaar, die gaat naar huis met deze schitterende Specialized Tarmac. Die staat hier al een aantal weken bij ons aan de desk, dus misschien gaat die wel vanavond mee naar huis. Renners dus voor de winnaar van het algemeen klassement. Dan hebben we de winnaar van het bergklassement. Die gaat met deze mooie horloge naar huis. De Element Rival van Wahoo. De sprinters. Vandaag meer een klimetappe. Dus de sprinters die gaan zich voorbereiden voor volgende week pas. Maar de sprinters die gaan er vandoor. Deze schitterende set van Fast Forward. Snelle wielen. Die mag hij mee naar huis nemen. Dan. Zoals altijd. De winnaar van de dag. Die gaat naar huis met deze mooie koersplaat. De etappe van vandaag komt erop te staan met de naam van de winnaar erbij. En die mag deze dan mooi in de Pain Cave aan de muur spijkeren. Dus die krijgt die prijs mee naar huis. Dan hebben we uiteraard nog de strijdlust en die krijgt een item van C-Line. Dus ook voor jullie vanavond, niet alleen de renners hier, je kent het recept. Ook de mensen thuis op de bank, laat je uiteindelijk ook gelden op de socials. Hè? Niet alleen met je vragen voor de mensen hier in de studio, maar ook voor de strijdlust te rennen. Want dat is ook heel belangrijk. Dus dat zijn de prijzen voor vanavond, daar wordt voor gestreden. Inmiddels zijn de renners zich al aan het klaarmaken. En ik zie dat een aantal zich al een beetje aan het voorbereiden zijn. Iedereen zit zich al een beetje mentaal voor te bereiden op de strijd. Jari, ben je klaar voor de etappe van vandaag? Ik denk het. Ja? Ik hoop het. Is het wat voor jou vandaag? Ik zal me vast een beetje indekken. Het zijn wel lange klimmetjes, moet ik zeggen. Is meer voor jou het korte werk? Ja, iets wel eigenlijk. Oké. Okay. Nou, we gaan zien. Misschien de afdaling wat voor mij. We gaan met je meehopen vanavond. Wordt hier met je meegehoopt. Iedereen gaat jou energie geven. Laura, shall we do it in English? Ja. Yeah. Ja, yeah, better? Yeah. Welcome in the show. Thanks. Girl power. In the center, the most important place for you. Yeah, it's nice. Are you ready for tonight? I hope. Okay, you're going to support your friend, your boyfriend, because Lennart is your boyfriend. Yeah. For the extra support for him? Yeah, I think he's gonna be finished a lot before me, so then he can support me. He can support you, okay, we shall see. Jochem,
Hoe is het met je? Goed. Even herstel gehad na alle wedstrijden, ja. Challenges die je gehad hebt? Ja, het is toch wel intensieve weken geweest voor mij. Dus om dan weer even terug lekker naar de basis te gaan is wel lekker. En nu vandaag weer terug het eerste wedstrijdje op Zwift. Dus we gaan zien wat we ervan kunnen maken. Kijken of je de motor weer aan kan zetten. Yes. Nou Lennart, welkom nu eindelijk eens bij ons in de studio. Ja, het heeft even geduurd, maar we zijn er geraakt. Ja, dat is zeker waar. Ja, ja. Ben je er klaar voor in een andere setting dan thuis? Ja, het is hier veel kouder dan ik verwacht had, dus ik zie het wel zitten. Dat was een beetje hetgeen dat ik schrik van had. Ja, we staan hier te klappertanden, want ja, het is niet alleen buiten Mintin, het is hier binnen ook. Er zijn hier een aantal sneeuwmannen. Ja, ja. Nou, is mooi. Succes straks, we komen Dank straks u. Nog bij je terug. Eens even kijken, want we hebben de afgelopen week hebben we natuurlijk jullie druk gezien op de sociale media. Dus laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Wat nog wel even mooi is vanavond, want we hebben natuurlijk een strijd gaande voor het algemeen klassement. En er is natuurlijk ook een nummer 2. En de nummer 2 kan ook een mooie future performance set winnen. Maar die nummer 2, die hebben we volgens mij, als het goed is, op de Zoom zitten. Dus de uitdager van Lennart Teugels, laten we die er eens even bij toveren. Ja hoor, Joni. Je komt nog eventjes niet door op de volume voor mij. Kijken of dat nu, staat je microfoon aan? Even kijken hoor, of we hem erbij kunnen toveren. Blijven interactief hè. Joni, kom jij door? Laat eens even kijken. Nee, ik krijg hem niet door. Nee. Nou, Lennart, ik denk we gaan hier even een confrontatie aan met jouw nummer 2. Maar we krijgen hem niet goed door op de microfoon. Dat is al je eerste overwinning. Ja, spijtig dat niet mogen meer. Nee, die heb je alvast uitgeschakeld. Hè? Ik hoor dat er hier gehackt is. Hij is gehackt. Nou, daar gaan we misschien later nog op terugkomen. Dames en heren, nou, we hebben dus vrouwen vandaag aanwezig, hè? Vrouwenpower vanavond. En een van die dames staat bij ons aan de desk, is onder andere kampioen geworden, Nederlands kampioen. En die heeft gestreden, 1-op-1, met een andere gast die we hier aan de desk hebben staan. Kijk eens aan, dames. Zie hier al gelijk, jullie kijken elkaar gelijk al eventjes aan. Het duel was toen gaande, Iris. Het is wel even weer... Hoe was dat toen? Ja, ik herinner me nog de dag van gisteren. Ja? Ik wist niet meer dat het zo dicht bij de streep was. Ik denk dat ik het een beetje verband heb. Nee, dat wist ik nog wel. Maar ik moet zeggen, ik wist niet meer dat we zo langzaam gingen. Maar het zuur zat overal inmiddels, denk ik. Het liep ook op. Het was een soort van klimmetje. Ja. Ja, maar het was ook echt een loodzware wedstrijd geweest. Of in ieder geval voor mij toch. Ja, nee, klopt. En jij zag haar steeds dichterbij komen en jij voelde de finish komen. Ik kreeg extra power. Lucinda was eigenlijk al een aantal ronden alleen vooruit. En ik zat erachter in een achtervolgende groep. En ik sprong in de laatste ronde weg. En eigenlijk tot mijn eigen verbazing kwam ik weer in de buurt van Lucinda. En wist ik er nog, zeg maar, net voor de finish voorbij te steken. Dus dat was... Memorabele finish. Het was natuurlijk en mijn ploeggenoot en een beetje mijn kappelmaatje. Het was allemaal wel een beetje... Ik weet niet of het wel gezellig was naar huis te maken. Ja, want het is leuk om te zien. Want je bent hier vanavond te kijken natuurlijk naar jouw carrière. Maar je bent ook heel actief met je eigen kledinglijn. Klopt. Daar maak je hele leuke kledingstukken voor. Ik vind zelf hem wel, ja. Maar ik ontwerp fietskleding inderdaad. Voornamelijk voor dames, ook al wat voor mannen. Maar ik heb mijn eigen fietskledinglijn. Ja. Misschien gaan we die vanavond nog terugzien in de show. Wie weet. Misschien.
Je bent zelf actieve coureur geweest en je hebt ook La Course mogen rijden. Dat was een wedstrijd die speciaal die weer het vrouwenwielrennen een beeld gaf in de Tour de France. Hoe was dat voor jou toen om daaraan mee te doen? Ja, dat was geweldig. En volgens mij was het ook de allereerste editie die we reden, was het jaar dat ik net Nederlands kampioen was. Dus dat was met die rood-wit-blauwe trui. En het was heel speciaal. En het voelde toen ook echt als iets van, oh, dit is een moment in de geschiedenis van vrouwenwielrennen. En we gaan nu uiteindelijk naar die Tour de France. En dat was, ik weet nog dat het in het hele damespeloton echt wel een beetje een soort gevoel van verandering was. Ja, ja, want ik probeer een bruggetje te maken, want het bruggetje. Jij bent ook heel actief voor de dames in het wielrennen, met een vakbond. Klopt. Toen ik gestopt ben zelf als wielrenster in 2017, toen heb ik met een aantal anderen een internationale vakbond zijn we begonnen. Omdat er op dat moment eigenlijk geen enkele vertegenwoordiging was voor de wielrensters. De Cyclists Alliance heet dat. Ja. En dat doen we sinds toen eigenlijk. En ik denk dat dat ook wel een hele grote verandering in het vrouwenwielrennen teweeg heeft gebracht. Momenteel hebben we heel veel actieve leden, dus heel veel profrensters, ongeveer 160. Dus dat is echt wel een aanzienlijk deel van het peloton. En ik weet niet of ik moet uitleggen. Zeker wel, want ik bedoel, de vraag, kijk, vakbonden op het werkgebied kennen, maar jullie zijn ook gewoon natuurlijk eigenlijk aan het werk met z'n allen. En voor veel mensen is het misschien niet helemaal duidelijk. Dus leg even uit wat jullie precies doen als vakbond zijnde voor de rensters. Ten eerste moet ik gewoon zeggen dat het vrouwenwielrennen, dat is echt een sport. Er worden nu grote stappen gemaakt en het wordt steeds professioneler, et cetera. Maar ik denk dat wij wel een aantal jaren geleden ook zagen van, het is gewoon belangrijk dat de vrouwen ook zelf een stem in hebben in die ontwikkeling. Ja. Hè? Dus dat ze deel maken van die progressie. En ook kunnen laten blijken van, dit is belangrijk voor ons. Hier zien we onze sport heen gaan. En die stem was er niet. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die we doen. Dus we hebben heel veel contact met de rensters. We hebben op basis van hun input en enquêtes die we doen, maken we eigenlijk een soort plan. Hè, wat onze speerpunten zijn waar we aan werken. En daarmee proberen we natuurlijk wel de UCI en nationale bonden of wedstrijdorganisaties, et cetera, allemaal te beïnvloeden. En daarnaast doen we heel veel individuele ondersteuning ook. Dus juridisch, maar ook, we hebben een mentorprogramma, na carrière, support. Dus eigenlijk allerlei dingen om webinars, om renners eigenlijk meer kennis te geven over bijvoorbeeld over contracten of juridische zaken, maar ook over voeding of medische dingen of COVID bijvoorbeeld heel veel afgelopen jaar. Ja. Heb jij nou gemerkt dat ze de afgelopen jaren actiever zijn geworden? Of dat ze jullie ondersteund hebben? Ja, absoluut. En eigenlijk de afgelopen weken hebben Iris en ik nog heel veel contact gehad, ook over het crossen. Het is allemaal ontstaan natuurlijk op de weg. En uiteindelijk is wielrennen meer dan alleen de weg. En ik heb nu wat meer beelden in wat er in het veldrijden gaande is. En heb ik daar ook wat dingen dat ik denk van, goh, ik zou dat nog anders kunnen. En daar heb ik dan ook wel contact met hun over gehad. En helpen ze ons heel erg goed om ook eens te kijken van, kunnen we enquête maken en dat soort dingen. Om ook echt te weten, peloton breed, wat er leeft en zo. En daarin schieten ze ook echt gewoon heel snel te hulp. En ook met allerlei kennis die wij niet hebben. Inderdaad, toen ik wat jonger was. Ja, ik had geen idee waar ik terecht moest om hoe een contract in elkaar moest steken en zo. En nu kan je bij hun terecht om te laten checken. Dus dat zijn wel heel belangrijke stappen. Het geeft meer zekerheid, meer vertrouwen in wat allemaal op je afkomt. Er komt natuurlijk een hoop op je af als je in die wereld zit. Ja, en ook nu met zo'n COVID, wat allemaal onzeker is. En niet elke ploeg heeft dat even goed gestructureerd. En ga er maar eens achteraan hoe alle regels in alle landen zijn. En hun proberen dat allemaal een beetje samen te vatten. En dat zijn wel fijne dingen om op terug te vallen natuurlijk. Zeker. Ja, Iris, we hebben het ook afgelopen week is het in het nieuws geweest. We zagen dat een minimum salaris bij Trek, de ploeg van Lucinda, dat die gelijk worden getrokken met de mannen. Zijn dat van die dingen waar jullie nou echt voor vechten ook? Ik denk wel dat waar wij echt voor vechten zijn, sowieso in eerste instantie eigenlijk gewoon veilige en goede basic werkomstandigheden. Ja. En het vrouwenwielrennen is een klein beetje een moeilijk peloton, omdat we... Ja, dus we
we hebben dan World Tour en we hebben Continentaal. En ze rijden eigenlijk samen voornamelijk de wedstrijden. Dus je hebt een hele range aan renners. Met heel, dus in World Tour is bijvoorbeeld nu een minimum salaris. En dat is ook iets waar wij heel actief voor gelobbyd hebben, zeg maar. Maar nu moet er ook die focus zijn op continentale ploegen. Hè? Want anders wordt dat gat eigenlijk te groot. Wordt een groot verschil tussen de topploegen. Ik denk wel, wat Trek wat heel goed doet, is dat ze zeggen, maar we wachten niet op de UCI of andere... En we zeggen gewoon zelf, wij vinden dat de vrouwen net zoveel moeten verdienen als de mannen. En dat is denk ik gewoon een heel belangrijk signaal. Het is ook heel slim van ze, want het is ook, vrouwensport is natuurlijk ook in opkomst. En het is ook een heel groot, van hun groot deel van hun markt. Tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het wel iets... iemand moet een beetje die lat steeds hoger leggen. Ik denk dat het aan ons als Cyclist Alliance, maar ook aan bonden is om te kijken van... Er moet ook in de breedte een visie zijn voor het vrouwenwielrennen. Ja, zeker. En ook aan de onderkant en opleiding, daar moet ook gewoon aandacht voor blijven. Want het is natuurlijk niet alleen maar het topje van de ijsberg. Het is natuurlijk ook wat daaronder allemaal nog gebeurt, wat goed geregeld moet worden natuurlijk. Ja, wij doen elk jaar dus een enquête onder alle renners. En je ziet echt dat die topsalarissen echt flink gestegen zijn de afgelopen jaren. Maar je ziet aan de onderkant dat eigenlijk de renners die niks verdienen of tot 15.000 euro per jaar... Ja. Dat groeit ook. Dus je hebt op dit moment volgens mij 57% verdient minder dan 15.000 euro per jaar. En dat zijn dus, daarvan is de helft nog een keer, je verdient helemaal niks. Nee. Dus je kan wel een soort idee hebben van hoe dat speelveld dan is. En dat is wel iets waar wij ons een beetje zorgen over maken. Dat snap ik, ja. Nou, we hebben even tussendoor, we hebben contact met Joni. De uitdager van onze nummer 1. Dus we gaan even kijken of we Joni nu wel konden horen. Toch is hij denk ik zijn joker ingezet. Joni, kan je ons horen nu? Ja, ik hoor jullie. Kijk, is... Ja, sorry Lennart. Ja, nee. Oeh, ik zag je toch een kleine... Hoe ben je er klaar voor, Joni? De grote uitdager? Ja, ik ben er klaar voor. Ik ben vandaag extra gemotiveerd. Dat komt goed. Lennart, kan je hem hebben? Ja, het is een toffe gast. Het is een toffe gast. Hoe denk jij erover, Joni? Goh. Dat ze iets gelijks natuurlijk, inderdaad. Maar zometeen gaat er zwaar de degens gekruist worden tijdens de race natuurlijk. Ja, dan zijn we concurrenten natuurlijk. Maar in zoverre dat het natuurlijk nog mogelijk is. Want de afstand in punten aantal is natuurlijk wel geruimd. Dus laten we dat zien. Ja, er moet gewonnen worden vandaag, Joni. Er moet zelfs 2 keer gewonnen worden. Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat praktisch onmogelijk is. Lennart, ga je in zijn wiel zitten heel de rit en op het einde even een poefje eroverheen? Nee, zeker niet. Ik kan mezelf ook redden door zelf punten te nemen. Dus, dat is absoluut waar. Mijn eigen wedstrijd rijden. Goed zo. Goed zo. Nou, Joni, we gaan je niet langer voor deze die prestatie die je zo meteen moet gaan leveren storen. Dus ga je lekker voorbereiden op de race. Ik vond het even mooi om jullie nog even oog in oog te hebben. Dus succes zo. Dank je wel. Alsjeblieft. Oké, Lennart, want het is helemaal feest vanavond dat je bij ons in de show bent. Want we hebben namelijk, je bent vandaag ook uitgedaagd op de sociale media. Ja, klopt, door Victor Kampenaert. Ja, hoe ziet dat eruit? Laten we eens even kijken hoe dan. Daar komt ie. Nou, Lennart, jongen, nou heb je net zoveel schrik van mij als ik van jou. Maar... Het gaat hard tegen hard vanavond. Zullen we zien. Nou, word je er bang van of niet? Ik word vooral bang van zijn vreemd Nederlands accent dat hij probeert... hij probeert zich verstaanbaar te maken. Het was een beetje, het was afschrikwekkend dat wel. Normaal gesproken zijn jullie nog ploeggenoten geweest bij het WK. Inderdaad. We hebben samen het WK Zwift gereden. Ik denk dat hij toen wel... in een veel mindere conditie was als nu. Oei. Toen kwam hij uit zijn rustperiode, maar als ik hem een beetje ken, dan zullen ze toch wel een beetje toegelegd hebben nu met het seizoen dat eraan komt. Hij heeft er zin in, hij is gemotiveerd. Ik denk dat hij zeker een te duchte concurrent is vandaag. Nou, we gaan het zien. We gaan in de gaten houden. Hij doet ook echt mee zelf. Hij doet het. Zeker doet hij mee. Zeker doet hij mee. Het gas gaat erop zo meteen hoor. Jeetje. Oeh. Dames en heren, ik hoor een heel herkenbaar geluidje. Als ik in de auto zit of iets dergelijks, laten we eens even kijken. Kom gelijk in de sfeer, hè? Dames en heren, want volgens mij, het kan niet anders zijn dat dit de mannen zijn van Het is Koers. Maarten Visser en Willem Dudok, welkom. Goedenavond.
tof dat jullie bij ons in de show willen zijn, zo gezamenlijk. En jullie zitten ook niet gezamenlijk, niet voor niets gezamenlijk bij ons in de show, want jullie hebben met elkaar te maken. Hoe is dat precies ontstaan? Het is koers samen met de Rode Lantaarn. Toen wij een paar jaar geleden begonnen met de Rode Lantaarn, toen dachten we, het moeilijkste met een nieuwe podcast is om een goed publiek te vinden voor je podcast. En toen dachten we, waar zouden we nou heel veel wielerliefhebbers bij elkaar kunnen verzamelen? En toen kwamen we al vrij snel uit op Het is koers en de achterban van Het is koers. Dus zo werd de samenwerking geboren. Ja, want Maarten, Het is koers, daar ben jij vanaf het begin bij betrokken. Nee. Het is koers bestaat al 10 jaar. En ik ben er denk ik de laatste 3,5, 4 jaar ben ik erbij gekomen. Dus het echte prille begin, daar waren alleen Leon en Bas bij. Dus die hebben dat gesticht. Ik ben er wat later bij gekomen. Toen het Zwiften begon, ben ik er een beetje bij gekomen. Ja, maar jij bent als connoisseur van het Zwiften bij Het is koers aangesloten. Ja. Mooi om te horen. Willem, jullie zijn met jullie podcast nu lekker onderweg. Jullie hebben even een winterslaap gehouden, want jullie hebben een flinke seizoen achter de rug gehad. Ja, dat was natuurlijk voor de wielrenners was het natuurlijk pittig om zo één heel seizoen in een paar maanden te proppen. Maar voor podcastmakers net zo goed. Ja, want tuurlijk. Wij werden ook geacht om bij elk moment aanwezig te zijn. Dus volgens mij hebben we vanaf augustus tot en met half december zo'n beetje 2 keer per week een nieuwe show gemaakt. En het was naast fantastisch en enerverend en geweldig ook heel erg vermoeiend. Dus we waren wel blij dat we even een maandje pauze konden houden, ja. Maar het heeft ons wel goed gedaan, moet ik zeggen. Want hebben we er nu echt weer alle drie heel veel zin in om weer te gaan beginnen. De batterijen zijn weer opgeladen. Ja, absoluut, ja. Ja, nee, heel veel. Eind december hadden we een reeks met de Class of 2021. Nee, Class of 2020. Met allemaal jonge renners waarvan we veel verwachten het komend seizoen. En ik moet zeggen, daar begon het alweer te kriebelen. Dat ik dacht, ik heb echt zoveel zin om al deze... Het ging aan David Dekker en Niels Eekhoff en Olaf Kooi en zo. Al die gasten nu echt weer echt in het koffiepeloton bezig te zien. Dat soort dingen blijft gewoon heel erg leuk. Dus ja, ik ben super gemotiveerd om weer een heel mooi jaar rond te maken. En zie je maar weer dat de rustperiode... Het is net echt koers. Ja, dus de rustperiode doet het nou goed, hè? Je raakt weer gemotiveerd. Gretigheid. Ik kan niet zeggen het is topsport, maar het lijkt er soms wel een beetje. Nou ja, vergis je niet hoor, vergis je niet. Achter de schermen moet ook een hoop gebeuren. Want Maarten, jij doet wel dingen achter de schermen voor de Rode Lantaarn, begreep ik. In de redactie? Ja, ik ben toegevoegd aan de redactie-appgroep. En af en toe mag ik een klankbordje zijn. Zo nu en dan organiseren we wat. En dan regelen we wat mensen voor in de uitzendingen of in de podcast. Dus ja, zijdelings ben ik betrokken. Net als Bas en Leon en Bastiaan. Ja. En Maarten doet natuurlijk ook Het is Koers TV. Dat is wel echt het leuke, vind ik, van Het is Koers ook. Dat het is zo'n platform voor liefhebbers waar ook weer allerlei nieuwe initiatieven uit ontspruiten, weet je wel. Dus wij hebben er met de Rode Lantaarn een heel mooi huis gevonden, vind ik. Maar dat Het is Koers TV is ook alweer hartstikke leuk, weet je. Dat is weer een ander aspect van wielrennen waar ook weer een hoop mensen van plezier aan beleven en zo. Dus wel echt een tof platform, zeg maar, voor al dat soort nieuwe plannen en ideeën en zo. Kunnen die plannen eigenlijk nog een soort van samengevloeid worden in een Zwift podcast? Met bijvoorbeeld een paar toprenners in jullie show? Nou, wij hebben al een uitzending gemaakt over Zwift. En daar zat al een toprenner in. En dat was Willem zelf. Ja, zeker. Van de vrijdagavondkoers natuurlijk. Hè? De social ride. Een van de toppers van het WK. Ik zou mezelf zeker in dit gezelschap geen topswifter willen noemen, Maarten. Maar de winnaar van de Beneliga in jullie podcast... Ja, nou ja, ik zat er toevallig over na te denken. Wij zijn natuurlijk wel, de Rode Lantaarn is natuurlijk wel echt een podcast die heel erg gefocust is op wegwielrennen. En ik merk dus heel erg bijvoorbeeld, ik ben dan degene denk ik van ons drieën, van Jonne en Tim en mijzelf, dan degene die dan nog het meest bijvoorbeeld naar veldrijden kijkt. En ook wel al zeg maar echt interesse heeft in e-racing, maar vooral ook omdat ik het zelf heel graag doe. En echt heel erg leuk vind. Maar ik merk dat het bijvoorbeeld bij die jongens heel erg moeilijk is om zeg maar het enthousiasme daarover over te brengen. Om ze gewoon überhaupt een keer te laten kijken, zeg maar. Dat kost al heel veel moeite. En ik denk dat dat eigenlijk voor een heel groot deel van ons publiek ook geldt. Dus ik weet niet of dat... Ik ben er misschien al wel klaar voor, maar ik weet niet of dat voor ons publiek ook geldt.
En dat is natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk, e-racing staat natuurlijk echt in de kinderschoenen. Ja. Dus het is wel interessant om erover na te denken hoe zich dat dan weer gaat ontwikkelen. Dus er moet eigenlijk een soort, ja, Lucinda zegt net, er moet eigenlijk een soort aparte podcast komen voor de echte, bijvoorbeeld de Zwift-toppers die dan ins en outs over de race kunnen doen. Maarten, is dat, zie je daar nog iets in om de Zwift daarin voor te gaan trekken, de renners? Oh, nou, die zijn bij ons van harte welkom, hoor. Wij willen daar rustig een keer met een aantal renners gaan zitten. Kijk, ik ben zelf ook wel een fanatiek Zwifter. Nou, moet ik wel zeker eerlijk zeggen. Afgelopen maand, ik heb in december die RAFA 500 gedaan op Zwift. Dat was erg leuk om te doen. Maar vanaf 4 januari was het weer elke dag voor de laptop. Ik ben docent. Het is heel eerlijk, ik heb zo weinig gefietst. Het hele Zwift is bij mij ook even op een zijspoor. Het is alleen maar lesjes draaien. En je was de schermen een beetje zat aan het worden, heel toch naar een scherm turen. En dan door de week zet het Koers TV. Dus nee, maar ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn om bij ons wat renners te spreken over het Zwiften. Kijk, het vergt een hele andere aanpak. Hè. Het is natuurlijk explosief, je doet maar een uurtje eigenlijk. Je kunt het vergelijken met de cross, dus ik denk dat Lucinda ook zeker een keertje mee moet doen. Ja, want die legt ze er allemaal op, denk ik. Ja. Dus het is een snelle start en dan gassen. En je hebt een bepaalde tactiek nodig, je moet het parcours goed kennen. Dus ja, ik denk dat we daar wel een uitzending over kunnen vullen. Misschien wel 2 of 3. Nou, ik vond het superleuk dat je laatste tijdens een social ride van Het is Koers gewoon een live talkshow maakte. Zeg maar, waarin het dan ook weer over Zwift ging en zo. En dat lijkt me heel erg leuk. Ik vind het echt een van de grote, ja, dus een van de grote voordelen van e-racing en van dat hele Zwift-platform is dat je gewoon, je kunt zelf meerijden, weet je wel. Ik kan gewoon meerijden met de echte toppers. Met de toppers, met de Joe van der Poel. Ja, zeker. Je kan gewoon aansluiten. Ja, en dat is natuurlijk echt heel, dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder. En dat zal in een normale profpeloton of in een veldrit of zo, ja, weet je, daar mag ik ook uit langs de kant staan. Maar het is wel echt zo'n extra dimensie om met ze mee te mogen fietsen. Dus daar zit het wel ook. Ik vond dat heel leuk dat zeg maar entertainment en sport zo vorige keer daar zo goed en mooi in gecombineerd werd. Mooi. Dus daar zitten volgens mij heel veel mogelijkheden. Nou, de Het is Koers e-racing social ride, ik denk dat we die wel moeten plannen. Maar op één voorwaarde. Dat we Joram ook een keertje in het zweet gaan zien. Want die staat altijd maar mooi achter die baan. Ik zit erop. Ik zit erop. Ik heb me gisteren nog dubbel gevouwen op de Champs-Élysées. Zeker wel. Ja, maar ik zal een keer zeker bij jullie aansluiten. Dat is die uitnodiging staat. Ik zal meedoen. Ik ben wel een B hoor, een B-renner. Weet niet, mag ik dan meedoen of niet? Het is wel echt wat anders als iedereen op je let, hè, joh. Ja, dat is, ja, de druk zit erop. Nog een beetje doortrainen. Moet nog een beetje doortrainen, hoor ik je. Krijg je door van de wereldkampioen. Ja. Als afsluiter, Willem, we zitten te wachten op een nieuwe podcast. Wanneer kunnen we jullie weer horen? Want de autoritten zijn een beetje stil aan het worden bij mij momenteel. Ja, dat snap ik. Ja, nee, wat ik zei, we hebben echt heel erg genoten van de winterslaap. Maar ik kan niet wachten om weer te beginnen. Dus we hebben over anderhalve week is de eerste opname weer. Dus nog, laten we zeggen, 9 nachtjes geduld. En dan heb je weer, dan kun je weer vrolijke autoritjes maken. Nou, want, fijn. En vanaf dan, ja, afhankelijk van hoe het wielerseizoen zich gaat voltrekken natuurlijk dit keer. Maar in de basis zijn we er gewoon bij elke grote voorjaarsklassieker. Tijdens de grote rondes 2 keer per week. En in de Tour zijn we zelfs van plan om weer nog iets vaker te gaan. Dus het wordt weer echt een knalvol seizoen. En ook nog een heleboel specials met hele leuke mensen die we allemaal nog te goed hebben. Genoeg dus, staat je nog wat te wachten. Ja, nou. Mag ik nog wat vragen aan Lucinda eigenlijk? Ja, voor mij wel. Ja? Hey, Lucinda, zou je dit jaar voor het eerst de Parijs-Roubaix rijden voor de vrouwen? Ja. Ja, daar gaan we het zo over hebben, Maarten. Daar gaan we het zo over hebben. Oh, sorry. Maak ik al het gras weer voeten? Nou, ik gooi nog gewoon in. Lucinda, de Parijs-Roubaix in het voorjaar of in het najaar? Voorjaar toch? Daar hoort hij. Nou, je hoort het. Voorjaar. Ja, wordt een droge versie. Droge versie, ja. Ja, je weet niet. Misschien ligt er ook wel sneeuw. Ja, dat is waar. Sneeuw in Parijs-Roubaix. Ja. Dat zou toch wel zou een hele bijzondere dimensie zijn. Mannen, bedankt. We gaan hier verder met de show. Geniet ook van wat komen gaat vanavond. En we houden jullie in de gaten. Yo, dankjewel. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Ik heb je trouwens, net kreeg ik dat nog even geschoven. Kijk, is het item van C-Line. Dat is een t-shirt wat voor de strijdlust is. Ja, die is ook nog eventjes... Weggooien, doen bij ons onder de desk. Je werd net al wat gevraagd, Lucinda. Wereldkampioen geworden, strijdend op het strand in de Oostende. Ja. En dat was wat, zeg. Ja, dat was afzien. Laten we eens gaan kijken.
kijk eens even aan, een huldiging. Nou, normaal gesproken volle bak met publiek. En nu stond je hier karig met de tv en de fotograaf, denk ik. Ja, klopt. Ja. En een paar leden van de ploeg, maar dat hield wel op, ja. Het was een partij een spannende race. Ja, het was bloedstollend. Ja. Ik zat te kijken en ik denk, hoe moet dat voor jou zijn? Jij zit daar in die race. Jullie hadden dat vorige keer met z'n tweeën natuurlijk ook, toen jullie dat met z'n tweeën aan het battelen waren. Maar hoe zit jij daar op die fiets op dat moment? Ja, op dat moment ben je zelf vooral bezig met waar doe je handen gaan, wat moet je doen en zo hard mogelijk rijden en zorg dat je die wedstrijd wint. Dan heb je die spanning wel in die zin wat minder als de mensen op de bank, zeg maar. Ja, maar kan je dan echt je hoofd koel houden van ik blijf technisch, ik ga die lijn nog steeds rijden, of denk je... Nou, ik moet wel zeggen, het was een hele rare wedstrijd. Hè? Want al een keer halverwege de wedstrijd brak Annemarie op de brug. En toen dacht ik, nou, nu is het klaar. En toen was ze er ineens weer. En dat was ook in de laatste ronde. Op de brug los ik haar. Maar ze was die dag gewoon nooit echt gelost. En ze kwam echt heel hard weer voorbij. Want ik voelde wel dat ze kwam. En ik dacht van, oké, even kijken. Oh, wow, daar is ze al. En dan denk je wel van, oh shit. Ja. Maar ja, dan is het wel je hoofd koel houden. En vooral geconcentreerd blijven. Ja, dat toch wel. Nou, dat vind ik knap, hoor. We krijgen een vraag. Wat ging er door de hoofd toen je over de finish kwam, is de vraag. Ja, toen was vooral gewoon heel veel blijdschap, opluchting, dat het eindelijk was gelukt. En ja, ik was ook gewoon, totdat ik dat hupsje voor de finish over was, niet, dacht ik van, ja, er is nog niks zeker. Want ik had daar ook bij de belofte een keer een jongen zien slijden, dat ik echt versteld stond van hoe die zich overeind hield. Dus dat was ook nog een verraderlijk dingetje. Ja. Nou, dat snap ik. De vragen komen binnen. Hoe is het? Sven Nijsels trainen, dat is natuurlijk een heel technische... Ja, dat is echt geweldig. Die kan een bij zijn spreken s'nachts opbellen om mee te gaan trainen. Zo gek is het. Die heeft zoveel inzet om mee te gaan. En ja, die heeft altijd wel ergens aanwijzingen waar ik weer wat aan heb. En dat geeft ook heel veel vertrouwen als je terug kan vallen op zo iemand. Ja, natuurlijk. Dat snap ik. Ja. Ja. Maar jullie hebben een soort van opgesloten gezeten in Oostende, ergens in de buurt daar? Nou, zo erg was dat ook weer niet, hoor. Nee, niet in Oostende zelf. Daar ben ik eigenlijk pas heel laat naartoe gegaan. Maar ik heb wel meerdere weken in België gezeten, inderdaad, om meerdere trainingen te kunnen doen en dan niet steeds op en neer te hoeven gaan. Ja, dat scheelt natuurlijk. Ja, dat je niet steeds die reisbeweging hoeft te maken. Ja. Want je hebt schitterend het seizoen uiteindelijk afsluiten is het nog niet eens, want je moet nog dit weekend, hè? Ja, het laatste weekend. Nog je moet nog het klassement bevechten. Ja, zeker. De wereldbeker is binnen, Super Prestige is ook binnen. Ja, en ik hark graag alles binnen dit jaar. Dus, veel verraad, alles naar binnen. Ja, heel egoïstisch, maar... topsporter, hè? Ja, topsporter helemaal, ja. Dus ik wil toch nog proberen dit weekend inderdaad een voordeel van die 40 seconden naar mij toe te trekken, ja. Want... je hebt nu die spanningsboog heel goed kunnen houden nog. Maar als we kijken, even heel lang teruggaan in de tijd. Het begon allemaal heel rumoerig voor je, want probleem met je knie. Ja, het begon allemaal niet zo soepel. Eigenlijk al toen we eindelijk weer op de weg mochten koersen, toen had ik eigenlijk in een van de eerste koersen best wel een pittig geval. En toen werd ik ziek en nog een keer ziek. Dan was er geen Giro. En ja, uiteindelijk, nou ja, dan voor de crossseizoen dan nog wel van, nou ja, dat is eigenlijk misschien niet zo heel erg. Maar goed, je werkt wel heel die lockdown naartoe, dus dat is dan toch wel pittig. Nou, toen ging het eigenlijk allemaal wat beter en toen kreeg ik inderdaad ineens last van mijn knie. Het was gelukkig heel snel opgelost, maar iedere keer weer was er iets wat je tegenhoudt in je training. Dat is niet makkelijk, nee. Nee, dat is niet makkelijk, nee. Maar je hebt wel heel goed je focus erbij kunnen houden. Ja, gelukkig wel. En de focus moet naar een nieuw doel, denk ik. Want volgens mij werd net al bevraagd door Maarten, Parijs-Roubaix. Ja, het klopt. Ja, race echt van het een naar het ander. Het is, ik moet soms even nadenken dat ik wel stilsta bij alles wat ik al behaald heb. Ja, maar, zeker. Ja. Ja, uiteindelijk wil ik ook gewoon weer op de weg gaan staan. En dan wil ik absoluut meedoen voor de prijzen waar je zo'n eerst de geschiedenisboeken in, eigenlijk zou ik bijna zeggen. Want, dat is het wel. Ja, eerste prijs Roubaix, dat moet toch iets bijzonders zijn. Ja. Nou, we hebben toevallig namelijk iemand die enorm liefhebber is van Parijs-Roubaix. Hij is onder andere ook wereldkampioen veldrijder geworden en heeft inderdaad ook weg en het cross goed kunnen combineren. Lars Boom. Welkom. Hi, goedenavond. Goedenavond. Nou, we hebben hier een liefhebster van de kasseien, maar jij mag ook zeker wel een liefhebber zijn met uiteraard die mooie winst in de Tour de France. Ja, dat klopt. Allereerst gefeliciteerd, Lucinda. Ja, knap, dankjewel. En hey, wat ik me nou eens afvroeg, hè, want ik heb natuurlijk zitten kijken naar alle tv-shows, maar was ik nu wel tactisch slim genoeg? ik vind het gewoon heel erg knap soms.
18 weet ik niet. Ik vind het gewoon heel erg knap dat je soms gewoon altijd blijft doorgaan, weet je wel. Met volle overtuiging voor die winst gaan. En dat maakt nu ook, denk ik, dat je deze wereldtitel pakt. Maar soms is het niet alles slimst en dat was een puntje. Maar goed, Sven had daar ook wel een punt, denk ik. Maar die doorzettingsvermogen, want volgens mij moet je daar alles van weten. Dat gaat heel erg van pas komen, ook in Parijs-Roubaix. Want ik bedoel, daar is het verhaal nooit geschreven. Daar is het nooit klaar, toch? Nee, ja, Parijs-Roubaix mag je nooit opgeven. Ik heb toevallig vorig jaar verkend met een aantal dames. En het is gewoon echt, ook voor de dames gaat die heel erg lastig zijn. Ondanks dat die begint vanaf de strook naar het bos. Maar ja, het is gewoon heel lastig en het gaat gewoon een heel aparte koers zijn. En dat is gewoon anders zijn als in Vlaanderen. Wat gaat nou echt het verschil maken bij Parijs-Roubaix? Is dat, je hebt de fietstechniek als in de fietser zelf, maar ook de fiets zelf. Zitten daar grote verschillen in wat nou echt van belang is? Kan een veldrijder zich beter gedragen op de kassei dan een normale wegrenner? Ja, dat denk ik wel, zeker wel. Ik denk dat je toch technisch beter onderlegd bent als crosser, zeg maar, en dan als je dan op de kassei rijdt. Dus daar heb je zeker voordeel van. Goed, er komt een andere fiets bij kijken, komt een andere banden bij kijken. En allemaal aspecten die meespelen. En als dat allemaal klopt, dan hoef je die kassei bijna niet te voelen. En in de Tour de France viel alles op zijn plek dan? Nou ja, goed, als je met bepaalde snelheid overheen kan rijden en goede techniek hebt, dan valt het eigenlijk soms reuze mee. En ja, als je in een flow zit zoals ik die dag, dan klopt alles. En dat is heerlijk om over die kassei te rijden. Lucinda, je hebt hem nou een kasseien vreten hier ook op de Zoom. Heb je nog vragen aan hem qua tips? Want niet is je moment. Nee, ja, hij zegt wel heel makkelijk van je voelt die keien dan niet, maar dan ben je ook gewoon in topvorm volgens mij. Want ja, ik ben er ook wezen verkennen en ik moet zeggen, die keien liggen wel heel wat anders dan de Vlaamse kasseien. Dus ik weet niet hoe jij dat doet met zien dat er ineens een gat zit. En dat is dan waarschijnlijk gewoon reageren en eroverheen springen. Maar dat vond ik ook nog wel een uitdaging, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat klopt. Je moet heel erg actief op de fiets zitten. Hè? En ver voor je uitkijken eigenlijk. En ik kan natuurlijk niet te veel tips geven aan jou. Nee, ja. Concurrentie, ja, ik snap het. Ja, nee. Maar goed, wat ik altijd deed als ik in een groep zat en als ik bijvoorbeeld 10, de 15 zat, ik keek heel erg naar de ruggen van de renners die voor me rijden, zeg maar. Dan kun je toch wel een beetje anticiperen en zien wat er komen gaat. Omdat een lichaam van de renner best wel heel erg reageert natuurlijk als er een gat zit. Ja. En op die manier kon ik eigenlijk best wel veel vooruitzien en zien wat er op de weg gebeuren ging. Hij gebruikt eigenlijk zijn manschappen gewoon voor de koers. Ja. Ja, ik ga gewoon bij zijn renners in het wiel zitten. Ja, dan, ja. Maar dus nooit uit de top 10 begrijp ik ook. Vooraan zitten sowieso. Ja. Ja, ik denk dat die koers gaat alleen maar om positionering. En als je dat kan volhouden voor een strook om in positie te blijven, dat is het halve werk, denk ik. Ja. Iris, had jij nog? Jij wou, had je nog nee, ja, ik wou ook zeggen van Lars gaat natuurlijk nooit te veel tips geven, want die gaat nu ook de intree in het damespeloton maken. Dus. Ja. Nou ja, het grote geheim is natuurlijk altijd de bandendruk. Dat is altijd de grote vraag. Met hoeveel bar gaan we in de banden rijden? Ja, die gaan we niet prijzen. Kom op! Ik wil het weten. Ja, maar ja, nee, maar goed, ik denk dat het voor mannen is het ook anders dan voor vrouwen. Ik denk, ik weeg hoog toen 180 kilo of iets minder. En dames zitten gewoon rond de 60, zullen we zeggen. Dus het scheelt gewoon 20 kilo. Dus ja, nee, dat is zeker. Kun je ook wel minder druk rijden als de heren natuurlijk. Nou, ik hoop heel erg dat we hem dit seizoen gaan krijgen. Ik kan niet wachten. Ik ook. Het mooiste van het seizoen wat mij betreft. Succes met, want je bent inderdaad nu ploegleider. Ja. Succes met je nieuwe functie, je nieuwe taak. Ja, dat komt goed. We gaan kijken of Lucinda misschien nog die tips kan gebruiken van de rug in de gaten houden. En we gaan elkaar zien. Ik zal eraan denken. Dankjewel. Nou, dames en heren, we hebben het al over Parijs-Roubaix gehad. We hebben het al over Zwift gehad. Maar we gaan natuurlijk ook even kijken hoe de mannen hier in de studio zich aan het gedragen zijn. Etienne, zit je inmiddels goed op je fiets? Ik zit goed op mijn fiets, alles werkt. Mooi. Ben je met je warming-up bezig? Ja. Ja, ik hoor het, ja. Zit je in een hoog hartslagblokje momenteel? Ja, momenteel wel, voor 30 seconden. Oh, oké. Dat is juist het lekkerste nu, hè. Dat is mooi van deze show. Je kan altijd tijdens blokken gewoon dingen vragen. Ben je er klaar voor bijna? Eigenlijk nog 2 minuten, maar kom maar op. Hey, je ploeg je staat ook nog kort in het ploegenklassement, hè? Ja, klopt. Volgens mij staan we op 2 of 3 punten. Ja. Dus blijft spannend.
Hebben jullie met de mannen vandaag wat afgesproken? Nee, gewoon allemaal zo hard mogelijk fietsen. En ik denk dat dit parcours vrij eerlijk is. Zeker. Nog wel veel heuvel op. Dus, En dan hier kan je tenminste op je fiets blijven zitten, want eventjes nog naar de Giro, daar werd je gewoon omvergeblazen door een helikopter, hè? Ja, klopt. Ik heb de helikopterview ook nooit aanstaan. Dat is te pijnlijk, ja. Dat kan ik me voorstellen. Lekker. Oké, nou, vanavond blijf je gewoon rustig op je fiets zitten in ieder geval. Dat is hartstikke goed. Laura, how is it that you were like an ice hockey player? Yeah. And you made the transition to bike? Yeah, I had a lot of concussions, so they said it's not so good to play ice hockey anymore. So. That's a very hard sport, of course. It's always clashing into the wall and. Yeah. But you played at a high level. Yeah. And I used to play with the boys more. So they were like this. Even bigger. Yeah. And now you are safe on the bike. Yeah, safe and safe for, yeah. Mostly. But how did you become in love with the bike? Because you came to Belgium, or? Well, yeah, I did it since I was 7 because my dad and grandpa and brother does it too. My dad became a Finnish champion two years ago, 2019. Okay. But and he's 51. Nice. Okay. So that's why you came in love with the bike. Yeah. And you're not only in love with the bike, because you're also in love with Leonard. Yeah. Leonard. Ja. Ja, ik had gelezen dat jij eigenlijk niet echt een warming-up ook... Nee, ik zit hier maar een beetje rond te draaien. Ik zit hier een beetje mijn tijd te verdoen. Ja, dat kan dus goed uitpakken of heel slecht natuurlijk. Maar want tot nu toe misschien heeft hij dadelijk zijn energie verspild dan als hij nooit een warming-up doet. Ja, is het gewoon... Ja. Zo zie ik dat eigenlijk. Alle energie die je al verbruikt hebt, is weg. Dus. Maar als jij dan een tijdrit rijdt op de weg? Ja, niet echt intensief. Nee, gewoon een beetje, beetje Thomas de Gent-stijl. Liefst gewoon de baan op en... Gas. Ja. En jij doet gewoon eventjes, nadat jij 5 uur duurtraining gedaan hebt, ga je nog even, zet je je trainer op het balkon en ga je nog even meedoen met een race? Ja, dat was wel redelijk op de limiet. Zeker omdat we er ook geen verkoeling hadden, maar het heeft goed uitgepakt. Dus. Dat heeft ook zeker goed uitgepakt. Het was heel leuk om te zien al die gasten die aan het aanmoedigen waren. Goede vibe was dat. Ja, zeker. En we gaan dan langzaam wat naar de race toe. Maar over 18 minuten mag jij, over 17 minuten mag jij pas aan je warming-up beginnen. Een minuut voor de race. Dan nog even de, ja, ik zou nog rustig aan doen, kerel. Even met de bandjes nog omhoog. Dames en heren, inmiddels zijn we natuurlijk ook groot fan van een quizje. Iris, jij hebt mooie items voor ons. Pet. We hebben petten. De renners in de studio hebben ook mooie pet. Want dames en heren, het wordt petje op, petje af. Jazeker. En het is de grote dopingquiz. Laten we even in de sfeer blijven. Want wat was er ook leuk genieten bij Ajax de afgelopen weken. Met dat heugelijke nieuws ook van onze keeper. We gaan u een aantal vragen stellen en de mensen in die studio mogen ook petje op petje afdoen. En is het de vraag welk excuus van onze dopingzondaar is de juiste? Vraag numero uno. In 2007 werd bij Björn Leukemans een onnatuurlijk hoog testosteronniveau gemeten. Hij ging op een lichaamsvreemd variant. Het was een lichaamsvreemd variant, maar dat vinden de Björn niet om eerst even een biologische verklaring te zoeken. Petje op, Björn Leukemans. Zijn vriendin net flink verwend voordat de controleurs binnenkwamen. Ze had net even lekker een avondje met zijn vrouwtje. Of na een val in een criterium had hij per ongeluk een testosteronpleister van zijn vriendin op zijn lichaam geplakt. Dus hij had net een gezellig avondje met zijn vriendin. Is petje op, petje af, testosteronpleisters. Ik zie, het mensen thuis doen ook gezellig mee. Het goede antwoord is... Hij vertelde, petje op. Het antwoord is petje op inderdaad, want hij zei dat hij een gezellig avondje had gehad met zijn vrouw en dat hij daardoor even wat hoger testosterongehalte in zijn bloed had. Ja, het is ongelooflijk. Kan niet... Je verzint ze waar je bij staat. Vraag nummer 2. Gaan we even kijken. In het voorjaar van 1998 werd er een truc van de ploeg TVM aangehouden met maar liefst 104 ampullen EPO. Ja, 104 ampullen EPO. Maar waarom zaten die ampullen nou eigenlijk in de truck? Was dat voor een Russisch kinderziekenhuis? Of dacht de man dat hij eigenlijk allemaal rode wijnmonsters bij zich had?
om mee naar Frankrijk te rijden. Dus petje op, een Russisch kinderziekenhuis. Petje af, een rode wijnmonsters. Nou, de dames zijn niet eens gezins aan de balie. Goede antwoord. Petje op. Ze zeiden voor een Russisch kinderziekenhuis. Ja, zijn zeker klassiekers. Ongelooflijk. Ja. Ze worden steeds gekker, de excuses. Oké, vraag nummertje 3. Daar gaan we. In 2004 in de bloedstaal van de Amerikaanse renner Tyler Hamilton werd een bloed van iemand anders gevonden. Bloedtransfusie, daar geloof dat was het niet. Wat zei deze Tyler Hamilton, geen onbekende? Petje op. Het was bloed van zijn tweelingbroer die in de baarmoeder overleed en waarmee hij als embryo was samengesmolten. Hier staat het andersom, hè? Oh, sorry. Verkeerd, dat is helemaal goed. Ja, sorry, petje af is dat de baarmoeder. Nee, ja. Dus petje op. Verwarring is. Voordat er verwarring is. Inderdaad, heel goed. Of was het... Nou, petje op, dus bloedverlies na een val. Ze had een valpartij gehad tijdens een race. Ze waren met z'n massaal op elkaar gevallen. Er was één groot bloedbad en het bloed was gekruist. Of petje af van zijn tweelingbroer. Ja, ik zag hier toch een lichte twijfel. Nou, dan moet ik het even goed zeggen. Dan is het petje af. Hij vertelde dat hij was samengesmolten met zijn tweelingbroer die in de baarmoeder was overleden van zijn moeder. Het is ongelooflijk. En mensen geloven dit. Misschien krijgen ze bij de doping gewoon een lijstje met slechte excuses of zo. Ja, indekken.nl is er niks bij, denk ik, inderdaad. Op naar onze volgende zondaar. Vraag nummer 4. Gilberto Simoni, hij werd in 2000 betrapt op het nasaal skiën van Witte Bergen. Ja, dames en heren, de Boonga Boonga feestjes werden rijkelijk bezorgd. Maar Simoni had een hele andere, zeer duidelijke verklaring natuurlijk, voor zijn sniesna snaffie momentjes. Was dat de karamelbonbons van zijn schoonmoeder? Ja, of was het Colombiaanse thee? Doen de mensen thuis ook nog mee? Bonbons van zijn schoonmoeder of Colombiaanse thee? Nou heb ik goed nieuws voor alle meepetje op petje affers. Het is beide goed. Beide? Deze meneer had een waslijst aan excuses klaarstaan om zich eruit te lullen. Dus al had je het fout, je mag ook blijven staan. Je doet nog steeds mee in het spel, want ik zie dat er druk mee wordt geschreven met de jury. Gaat hartstikke goed. Dan, vraag nummer 5. Een van de meest legendarische wederopstanden in de geschiedenis was dit. We kennen hem denk ik allemaal wel in de wielersport. In 2016, Floyd Landis leek in etappe 16 de Tour de France te gaan verliezen. Maar de dag daarna maakte hij een wederopstanding zoals we nog nooit hebben gezien. Hij werd alleen betrapt in die Tour op het hoge testosteronwaarde. Waarom was dat? Petje op. Hij had ook een wilde nacht gehad en het testosteron gierde door zijn lichaam. Ik denk dat hij naar Bjorn Leukemans had gekeken. Of, zegt hij, nee, ik heb de avond ervoor mijn verdriet proberen te verdrinken. Whisky maakt mij mannelijker. Petje of. Hij had een lekkere nacht. Petje af. Het was de whisky. Nou, dames en heren. Het was volgens hem de whisky. Jazeker, want hij had zijn zo... lekker op de hoogte. Die zijn heel goed op de hoogte. Hij was zo teleurgesteld van het feit dat hij zoveel minuten had verloren. Aan het zuipen gezet. En daardoor heeft hij uiteraard een te hoog testosterongehalte. Dat is natuurlijk heel... logisch. Ja, zeker. Gaan we door naar vraag nummer 6. Toprenner en hobbyapotheker, daar kennen we hem ook wel, Frank van der Broeke, werd in 2002 betrapt op het bezit van clenbuterol, morfine en EPO. Uit de cocktailshaker is er niks bij. Nou, dan denk je natuurlijk van, die heeft natuurlijk wel die wordt gewoon betrapt, daar kan je je niet meer uitlullen. Nou, wat dacht deze man? Hij vertelde. Een petje op, het spul was niet voor mij. Maar voor mijn hond, hè, wat een sterke hond aan het hek, dat zorgt ervoor dat de dieven wegblijven. Of nee, het is voor mijn opa, want die is met zijn tweede jeugd bezig. En die probeert zichzelf nog een klein beetje in de kijker op Tinder te zetten. Dames en heren. Dat dan al, Tinder? Nee. Oh, ik denk het niet, nee. Dames en heren, het was jazeker de hond van Frank van der Broeke. Ik zou zeggen, je moest uit de buurt blijven, denk ik, bij zijn huis, want je werd levend opgegeten, denk ik. Je moet daar een beest hebben gestaan met spieren en een omvang, denk ik. Oké, jullie zitten nog steeds in de strijd, hè? Ja, hoeveel vragen zijn er nog, joh? Kunnen we ook wat winnen? Je gaat naar, je kan de fiets mee naar huis nemen. Okay. Vraag nummer 7. Jazeker, Adrie van der Poel werd in 83, werd in zijn urine gevonden, ja. Hij kreeg hiervoor een straf, maar waardoor kwamen die prestatiebevorderende middelen in zijn bloed? Was dat? Petje op.
Hij wilde een medische behandeling ondergaan, want hij moest nog superzaad creëren. Want hij wilde eigenlijk een zoon op de wereld zetten die de medaillespiegel van Nederland een beetje op zou krikken. Of hij had de duivenpastei gegeten van de overleden duiven van zijn schoonvader. Ik twijfel nu toch? Ja? Dat is... Maar ik ga nu dan een petje op. Petje op? Ja. Dat was de laatste vraag. Het goede antwoord is, hij had duivenpastei gegeten van zijn schoonvader. Ja, op de finishlijn, hier. Ik heb je teruggepakt. Ongelooflijk, okay. Je bent in vorm hoor. Je bent alleen maar aan het winnen. Dames en heren, we hebben hier aan de desk sowieso een winnaar. Nou, gefeliciteerd. De eeuwige roem krijg jij gewoon. De eeuwige roem. Oh, dat is heel fijn. Er gaat ook de geschiedenisboeken in met deze quiz. Ja, dat wist je niet. Nou, nou, de volgende quiz win ik hoor. Is goed, dat mag. Zeker. Zoom, ja, daar zijn we ook actief mee. En we hebben weer een nieuwe gast bij ons in de Zoom hangen. Jari Verstraten. Jari. Hey. Daar ging volgens mij net een jelletje naar binnen. Ja. Dat ga ik kunnen gebruiken vandaag, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Hey, je bent onderdeel ook van het Schelde-peloton. Ja, klopt. Daar is een beetje een mythe omheen. Vertel. Het Schelde-peloton is een beroemde, beruchte fietsgroep in het Gentse, eigenlijk in Oost-Vlaanderen. En ze rijden elke dag. En van maandag tot vrijdag wordt er rustig gereden. Maar ja. In het weekend is het koers. En wordt er door de Vlaamse Ardennen zo snel mogelijk een vast parcours gereden. En er is eigenlijk maar één regel, en dat is dat er geen regels zijn. Dus wordt gewoon gekoerst en als je lek rijdt, wordt niet gewacht. En op het einde wordt er gesprint en daar gaan dan wilde verhalen rond nodig. Ja, dat hoorde ik, ja, want het is een beetje een soort mythische groep. Want inderdaad, het is door de weekse trainingsgroepje, maar ook in de weekenden is de koers. En jullie, want volgens mij, je bent natuurlijk van Team Bataille, jullie doen de dag voor het Belgisch kampioenschap en de dag voor het wereldkampioenschap doen jullie ook kampioenschappen. Ja, klopt. Eigenlijk de dag voor het echte wereldkampioenschap. Sorry, Lucinda, maar het echte wereldkampioenschap gebeurt eigenlijk aan de Schelde. En de huidige wereldkampioen Schelde-peloton rijdt trouwens mee vanavond. Dat is Bruno Maasjes. Ja, is je teamgenoot, hè? Ja, klopt. En ik denk dat hij al twee keer wereldkampioen geworden is. Dus dat is wel een enorme prestatie. Kijk eens, we hebben zelfs een beeld. Kijk eens, wordt hij gehuldigd. Ja. Hij verslaat hier een prof, en, hè? Op de derde plaats zie je daar... Edward Teuns is daar eervol derde geworden. Maar heeft nog niet kunnen winnen. Dus, krijgt ze ook steeds zo'n naambordje bij de douche? Want leek een beetje erop, hè? Wat leek een beetje op douches, wordt hier gevraagd door Lucinda. Dan krijg je ook zo'n naambordje op de muur dan? Of wordt gewoon met de graffiti lekker rauw... Nee, dat hebben we nog niet, maar dat is wel een goed idee om het nog wat legendarischer te maken. Hé, hey, jullie hebben een goed ploegske vanavond, hè? We hebben een stagiair in onze ploeg. Ja. Iemand die zich vanavond is mag bewijzen. Zeker. Victor Kampenaerts, die gaat het proberen waarmaken, hè? Ja, ik ben benieuwd of hij het kan doen vanavond inderdaad, want hij was actief op de sociale media. Wat denk je? Wel, ik denk als de koers exact 1 uur duurt, dat hij sowieso gaat winnen. We weten allemaal dat hij de snelste man is na 1 uur. Oei, kijk eens in beeld hoor. Ja, hij voelt de druk. Ja, je voelt de druk op. Hè? Hij moet het nu gaan waarmaken, dat is lekker. Ja. Maar hij heeft zichzelf ook altijd een beetje druk. En heeft hij wel nodig, denk ik, om goed te presteren. En ik denk dat hij goed voorbereid is en wel klaar zal zijn. Je stagiair moet er wel even een shirtje krijgen, of moet hij die eerst verdienen van jullie ploeg? Eerst verdienen, denk ik. Ja, moet hij eerst verdienen. Ja, als hij vandaag eens. Tot 5 rijdt, krijgt hij een shirt. Ja, helemaal mee eens. Ben je klaar voor de show, voor de race zometeen? Want het is nog 6 minuutjes. Of moet je nog wat warming-up doen? Ik ben er volop bezig. Ik ben keihard van het opwarmen. Ik krijg wel een beetje warm, maar ook niet te slot. Gewoon de beentjes warm zetten en vanaf de start zijn we volle bak. Oké, nou heel veel succes zometeen. En we gaan je in de gaten houden. Alright, dankjewel. Yo. Dames en heren, vorige week hebben we natuurlijk een hevige strijd gezien op de flanken van de Mont Ventoux. En Lieve gaat ons daarmee eventjes doorheen helpen, hoe dat er ook weer uitzag.
Ja, joh, want we zagen een mooie rit hè, op de Mont Ventoux, waar 130 renners aan de start gingen. Maar ja, het was Lennart Teugels uiteindelijk het hier toch wel zijn doel van gemaakt had. Maar eerst was het Jansen van Ablok en Offermans. Dat waren de mannen, die gingen voor de strijdlust misschien wel. Die gingen meteen in de aanval. En Offermans, die pakt uiteindelijk dat item van C-Line. Hè. Maar we zien het hier, Lennart Teugels, ja... Hij gaat daar in de aanval en dan gaat hij toch echt wel aan kop. En hier zien we, ja, we zien de man in de studio, Julien, maar de Jody de Bok, die daar uiteindelijk samen met Etienne van Empel, dat was de naam die ik zocht, in de achtervolgingen. Maar ja, het was Lennart Teugels uiteindelijk die hier langs het monument van Simpson gaat met Etienne van Empel erachteraan. Maar ja, het was toch echt Lennart Teugels die de sterkste was op de Mont Ventoux. En op de tweede plek, een heel mooie tweede plek voor Etienne van Empel van DTCA. En de man die dadelijk de Giro d'Italia misschien gaat rijden. En de nummer 3 werd door de Belg gemaakt. En dan zien we nu de top 10 van de etappe. Die komt nu mooi in beeld in een staartje. En dan zien we dat in die top 10 uiteindelijk inderdaad Teugels won. Vermeulen werd derde. Ja, en we zien uiteindelijk dat Van der Lee van Mooi Jong een mooie tiende plek te pakken wist te krijgen. Lieve, voor even weer de geheugensteuntje van vorige week. Laten we even kijken, want om eventjes de mensen thuis even te refreshen hoe het algemeen klassement er momenteel bij staat. Want daar wordt momenteel dus de degens gekruisigd door Joni en door Lennart. Het verschil is aanzienlijk, maar het kan nog steeds. Er kan nog steeds wat veranderen. Dus de mannen moeten vanavond zeker aan de bak. Daaronder zien we ook dat de aantal zich nog, Van Aalst en de Kok, die staan ook nog vrij dicht bij elkaar. Dus het is niet zomaar gespeeld. Hè. Iedereen moet sowieso voor zijn plekjes gaan strijden. En wie zijn dan uiteindelijk de favorieten van vanavond? Want die kunnen we er ook even bij pakken. Welke renners gaan vanavond zich laten zien in de heuvels van Surrey Hill? Favorieten. Wie krijgen de sterren? Wie hebben de sterren gekregen? Yes, daar zijn ze. Nummer 1. Ja, gedeeld eerste. Uiteraard. Het is wel een avond van de strijd. Hè? Hier aan de desk ook de dames. Hier ook Lennart en Joni die gaan strijden vanavond. Het was alweer snel uit beeld. Kan je hem even bijpakken? De overige. Kijk op de tweede plek is inderdaad Van Empel en Kerkaerts ook hier aanwezig bij ons in studio. Offerman staat er ook bij. Nou, er wordt genoeg gestreden. Ik vind wel dat Kampenaerts wordt wel een beetje laag ingeschat, zie ja, ik hier. Ja, ik denk dat maar hij toch weer druk wordt te veel misschien. Okay. Zou rekening met zijn mentale gesteldheid. Misschien dat hij niet kan presteren onder druk. Ja. Zal denk ik wel goed komen. We gaan het zo meteen zien of die shirtje van Bataille gaat... of die het waard is. Ja, zeker. Laten we even kijken, want we hebben inmiddels al een aantal etappes gehad. Wie waren ook weer al onze etappenwinnaars? Laten we die nog eventjes erbij pakken. En dan zie je dat op 1 Stefan Aas was, Lennart Teugels in 2. En we hebben inmiddels een mooi lijstje dat ook Joni de Bok zich heeft laten zien. Dus de mannen hebben beide, zeg ik dat goed, 2 overwinningen, ja. Ook daarin is dus nog wat te winnen. Zeker, zeker. En er zijn nog 2 races open, dus we gaan zien of daar misschien nog ook een winst in komt in het klassement. Oké, okay. Rennen ze hier in de studio. Gaan zich voorbereiden, want we gaan bijna starten. De mensen thuis, de renners thuis, laten ze kijken of de zoomwand erbij staat. Want die zijn ook wel bijna allemaal klaar. Ik zie dat er af en toe zit nog een aantal een beetje op hun mobieltje te kijken, een beetje te chillen. En sommigen zijn nog serieus bezig met de warming-up. Het gaat dus vandaag gebeuren. Kan Lennart Teugels vandaag zijn winst veiligstellen, dan zal hij vanavond aan de bak moeten. En anders hebben we ook nog steeds volgende week een schitterende etappe op de Champs-Élysées. Dus laat jezelf horen op de sociale media. Laat je comments weer achter. Dan kunnen we dat mooi terugvinden in de studio. En vergeet ook steeds niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Want de afgelopen week hebben we heel mooi gezien hoe dat gegaan is. Hoe alle cijfers omhoog zijn gegaan. Dat vinden we super tof. Dus maak je er klaar voor. Ga ervan genieten. Een schitterende race.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn gestart. Het is de Beneliga. Het is race 9 en we zien daar rechts in beeld Lennart Teugels. En die kan vandaag de Beneliga gaan winnen. Ja, ja, ja. En dat doen we in Londen. Dat doen we Surrey Hills. En die muziek die knalt erin. Je gaat hem horen dadelijk. Hoppakee. Want we hebben er zin in. We gaan knallen. En het gaat vandaag gebeuren. Witten. Beneliga. Race 9. De beste e-racers van Nederland en België staan vandaag aan de start. Ja, ja, ja. Dit is het moment waar we allemaal naar hebben uitgekeken. Het kan gaan gebeuren, lieven. Het kan gaan gebeuren, mensen thuis. We zijn bijna 9 races ver. Ja, na vandaag, want dit is race dag nummer 9. En op race dag nummer 9 kan het zover zijn voor de allereerste winnaar in de Beneliga. De grootste e-race-competitie van de Benelux. En wie daar aan de kop gaat, is Lennart Teugels. En Lennart Teugels zit hier gewoon live in de studio. In zijn kenmerkende stijl, lage cadans. Nu al staand op de pedalen. En dat terwijl we nog geen hoogtemeter hebben overbrugd. Ja, maar hoogtemeters, die gaan we vandaag zien. Hè? Want als we het kaartje erbij pakken, dan zien we dat we 3 flinke klimmen vandaag te gaan hebben. Vandaag lijkt het makkelijk. Je hebt misschien Londen. Ja, wat is dat allemaal? Helemaal niet klimmen, maar links in beeld zien we dat het degelijk zwaar gaat worden vandaag, Witten. Inderdaad, inderdaad. Ja, voor de mensen thuis, inderdaad, kijk even mee. En dan zie je het begin. Ja, dat gaat soepel, dat gaat bergaf. En dan staat ook Victor Kampenaerts aan, die weer meer in beeld. Maar dan, lieven, ja, dan gaat het gebeuren. Eenmaal de metertunnel uit, eenmaal de stad verlaten, gaan we naar het platteland, naar het heuvelgebied. Ja, dat wat gaan we hier allemaal doen, Witten? Ja, wat is dit allemaal? Ja, metronootjes. Ja, die pakken we hier. Dat, ja, je moet toch een keer die stad uit om te overbruggen. Ja, naar dat buitenland. En daar gaat het gebeuren vandaag. Als we eenmaal die tunnel uitgaan, lieven, dan wordt het gebied groener. Dan komen de hoogtemeters aan. Dan hebben we Leith Hill, dan hebben we Keith Hill, dan hebben we Fox Hill. En Fox Hill, dat kennen we als de andere kant van Box Hill. En Box Hill kennen we van het WK. Ja, ja, ja. En Lennart Teugels, die kennen wij van de Beneliga. Want dat is op dit moment de sterkste renner die we hier in huis hebben. Maar ook Etienne van Empel. Ja, die moet je zeker. En dat is ook een man voor de winst. En dadelijk laten we ook eens even kijken, jongens, naar Victor Kampenaerts. Want ik denk dat hij die eerste klim gaat aanpakken om iedereen te laten zien dat hij hier de prof van het stel is. Hij wil het allemaal vandaag in de Beneliga. Ja, ja, ja. Daar is hij, Victor Kampenaerts. Ah, ja, weet hij. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk, lieve. Dit is gewoon een gast die gaat met de billen bloot. Nou, niet helemaal bloot, want hij heeft wel een mooi wit shirtje aan. Van zijn nieuwe zag je zijn pet ook, Witten. Ja, inderdaad. St. Newt's, hè. Toch een beetje die billen bloot dan. Dat is wat hij graag wil zien. Nou, wat wij willen zien is dat hij met de benen gaat spreken vandaag. Dat doet ook deze jongeman van Willeboord wil vooruit. Het is Kespijn. Ja, Kespijn is er gewoon weer bij. Dingenouds. En die weet het te zwaar, want de eerste meters bergop, die zit er al in. Dat is nog niet de echte klim. Maar ja, dat voel je al wel. Dan gaat het echt positioneren beginnen. Nou, dat weet Teugels. Teugels pakt de kop. Gewoon hier live in de studio. Goh, ik hoor wel eens mensen liggen te zeggen, liever die man die ademt niet. En ik kijk op beeld. Ik ga ook langzaam twijfelen. Zou zijn hartslag nog wel gaande zijn? Ja, 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 inderdaad, inderdaad. We gaan knallen, Witten. We gaan knallen vandaag met de Beneliga. En daar zie ik volgens mij voorin Teugels gewoon. Dat is de man. Oh, ik zie daar iemand met een tijdrithelm. Wat zijn dit allemaal voor tactieken hier zo in de Beneliga? Ik weet niet of je vandaag met een tijdrithelm wil rijden. Veel te warm, jongens. Veel te warm op die klim, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, maar het was Jari Stravers. Die zei al van, nou, dat klim is niet voor mij. Ik wil het in de afdaling doen. Dan kan je een tijdje wel gebruiken voor de aerodynamica. Maar dan moet je wel met de eerste mensen boven komen. Dat is wat ook Rick van Bedij hier probeert. Ja, die zit daar in zijn gekoelde omgeving. Kenmerkende stijl. Staand op die pedalen. Want het is volle bak klimmen nu al. En volle bak klimmen, ja, dat is wel een beetje de status van de dag. Dat is een beetje wat we vandaag gaan doen. Wat we gaan zien. Want wat gaan we doen, lieven? De klimmen zijn niet zo lang als ervan toe. Niet zo lang als de epic komt. Maar er is bijna geen meter vlakbij. En wie zien we hier, Witten? Het is inderdaad Victor Kampenaerts. Leidt dit deze groep. En deze groep, Witten, gaat helemaal kapot. Deze groep wordt kapot gereden met op dit moment de leng voorop. Ja, want dat wilde ik zeggen. Het is WO2 Max rammen bergop. En dan is het de benen stil. En dan weer opnieuw. Dus degene die hier gaat winnen, die moet dat goed kunnen blijven herhalen. En die moet die getallen van 400 watt, 380 watt, afhankelijk van je lichaamsgewicht, vol kunnen blijven houden, vol kunnen blijven duwen. En dan hoop ik voor de leng, ik hoop het vurig, dat hij dat over 40 minuten nog steeds kan. Ja, en we zien het inderdaad. Dan kunnen we die reactie daar nog even terughalen. Zand in de ogen strooien van de boekies, denk ik. Ja, die stekker, ja, die gaat helemaal los. En weer weigert de regie Thijs met, ja, Witten. Ik moet je eerlijk zeggen, jij maakt die favorietenlijst. Dit is jouw ding. Ja, ja, Thijs, zet ik bij de favorieten wanneer het gaat om social media. Zet ik bij de favorieten wanneer het gaat om de goede praat. En zet ik bij de favorieten wanneer het gaat om progressie. We hebben hier ook een beeld. Ja, ja, ja.
Daar hebben we hem inderdaad. Nou, Thijs, ik zou zeggen, zet die camera een klein beetje naar beneden, want dat licht dat is mooi, waar we zien jou willen we zien werken. En die we ook zien werken is Bram Rombas aan de staart van het peloton. Of ja, peloton. Daar blijft niks meer van over, Witte. Daar blijft niks meer van over. Ik denk dat we hier met over een mannetje of 30, 35 misschien zijn, met Lohman erbij. Lohman gezegd bij de favorieten. Ja, die moet het kunnen, want die zette dit jaar de toptijd neer op Laren doet. Philip Gilbert, die was heel erg trots op de kom die neerzette. Maar die werd gewoon afgepakt door deze 20-jarige Nederlander. Maar die wordt hier op de rekken gelegd in de eerste groep. En dat gebeurt onder andere door Jonny de Bok. Jonny de Bok voorin samen met Victor Kampenaerts. Ja, en Martin Pluto op dit moment op de 51ste plek. Die zit er nog net niet meer bij. Op 10 seconden op dit moment van de leider van de wedstrijd. Oeh, en dan is het. En op of eronder, dan moet je doorbikkelen. En dat weet ook Kras, die zit op een gat nu. En de eerste mannen die rijden weg. Jonny de Bok, 7.1, wat pek, illegaal lichaamsgewicht. In de koep samen met Victor Kampenaerts. Ja, ze probeerden hem al gek te maken aan het begin van deze uitzending. Maar Lennart laat zich voorlopig niet gek maken. Nee. Ze zetten hem onder druk, maar dat doet hem volgens mij helemaal niks. En ik ben benieuwd, hè, vinden die man het nou mooi? Of niet dat deze man, ja niet deze man, ja deze man is sowieso mooi dat hij meedoet. Dat die Kampenaerts vandaag meedoet, want het is misschien schitterend om het tegen zo'n ploeg op te nemen, maar hij rijdt wel heel de boel aan bonken. Ja. Nou ja, goed, ze zaten samen in die selectie voor dat WK. Toen was volgens mij Lennart Teugels ook gewoon de betere. Dus wat dat betreft past hij hier thuis in het rijtje. Ja, Kampenaerts zeggen Lennart de betere. Dat moeten we nog wel eens zien. Daar kan een lachje vanaf. Ja, en wie ook bij de betere was, namelijk nummer 2 in de vorige rit, dat was Etienne van Empel. We zien hem hier vol op beeld. Lief, en ik zie nog niet per se waar hij zit. Ik ga hem nog niks vragen, want hij is een volle inspanning. We horen hem hijgen inderdaad. Lief, soms is op zoek naar de locatie van Etienne van Empel in de race. En krijgt 12, hij zit er gewoon bij, Witten. 1 seconde. Ja, in het wiel van groepgenoot Joost van der Bos. Samen met ook Lennart Teugels in die groep. En ja, dan ga ik hem toch even snel wat vragen. Etienne, dat tempo ligt hoog. Is het nog onder controle of... Nou, ik was wel redelijk hard doorgereden. Vooral door deze man volgens mij. Volgens mij moeten we deze man in zijn schuldig hebben, Witten. Ja, zie je dat? Ja, nou, Etienne en iedereen thuis om je moraal te geven. Maar Victor een nieuw uur gekoren. Ja, Victor die is volle bak bezig met doorvlammen. Dus kijk dat je mee kan in dat deal. En dan zit je bij de betere. Dat weet iedereen hier nu in die Beneliga. Iedereen weet, dit is het moment. Want het is de prof, de werelduurrecordhouder. Overal, aller tijden. De beste ooit op een uur. Gaat dat hier proberen te evenaren. Op dit parcours, op Zwift. En dat weet ook Thijs Zonneveld. Ja, die voelt wat daarvoor nodig is nu. Die denkt, god, ik ga die afgeven. En dat doet hij voorlopig niet. Want hij zei mee in dat wiel. We kijken hier live mee. Onder een beeld. En op een scherm Thijs Zonneveld. Ja, en dat weet ik Offermans volgens mij hier in beeld. En die kan nog lachen. Want die zit er gewoon bij. Plek 2 in dat wiel van Kampenaerts. Hij heeft zich vastgemeten. Maar hij kijkt wel wat grauw, liever. Hij kijkt wel wat grauw. Maar nu even een stukje op adem komen. Ja, jongens. En nu is het Victor Kampenaerts volgen, jongens. Allemaal die gekke Belg volgen. Want die gaat een uur lang vlammen. En daar willen jullie bij zijn. Jullie willen in dat wiel zitten. Jullie willen uit die wind zitten. Oh. En Thijs Zonneveld. Oh. Ja, dit is een momentje. Dit is een momentje. Thijs Zonneveld, 2 meter wordt 3 meter, wordt 4 meter. Maar er komen een paar man. Kan die niet eraf? Kan die mee? Want de eerste groep die wordt nu gemaakt. Het tempo kan natuurlijk niet blijven duren. Het valt ook een klein beetje stil. Ja, stilvallen. 6.2 watt per kilogram lichaamsgewicht op kop. Maar zit je in die trap, dan kan je net iets minder trappen. Zeker op die stukjes die niet super snel lopen. Maar oh, hij kraakt het. Jongens, kom eens erbij. Dit is een essentieel moment, Witten, in deze De kopgroep is in de maak en dat betekent dat we 2 eerste groepen gaan krijgen alweer. Daar konden de boog van Continental komen. Dan zijn we bovenbij dat de eerste klim. Dat is het eerste belangrijke moment. Dan gaan we die afdaling in. En dan is die draf, oh zo belangrijk. En liever ook wel leuk als je nu kijkt van dat zijkant shot dat we net zagen in Zwift. Dan zie je eigenlijk het verschil in materiaalkeuze. Hè? Ik zie Trombike, ik zie King in Arrows. Ik zie mensen die voor de Tarmac SL7 kiezen. Ja, Tarmac SL6, ja, die staat hier op het spel vandaag, hè? Inderdaad. Ja, die kan je vandaag winnen. Ja, die kan Lennart vandaag winnen. En anders wordt het denk ik Jonny de Bok. Maar kijk eens weer, en dit is mooi om te zien. We hebben het beeld rechts even clean gemaakt. Dan zien we dat het op lijkt dat de favoriete groep naar de kopgroep toe aan het rijden is. En Kampenaerts, nee, je gaat het nog niet alleen doen vandaag. Er komt een groepje aansluiten met toch echt wel heel sterke renners. Met onder andere Wood. Met onder andere Thijs Zonneveld en... Etienne van Empel zit erbij. Ja, en dat betekent dat hier 4 man van Dutch Racing zitten. Maar die 4 man die houden schop aan de achterkant van de groep. Dat is onder andere Etienne van Empel. En er zit ook Zonneveld bij. Van Diemen zit erbij. Pim volgens mij. Ja, en die moeten nu die kop gaan nemen. Die moeten dat gat gaan dichten. Want ze lopen langzaam uit. 3 seconden wordt 4 seconden. Ze raken een beetje uit zicht. Ja, die tweede groep die is groot. En dan ben je nu in het voordeel. Dit is dan het stuk waar je moet doen. Dat de klim, daar bleken zij de betere te zijn. Ja, dan kan je nu niet wachten. Dan moet je nu dichtvlammen. Dat lijken de mannen hier ook te weten. En Anthony van Oppen, de leider in de onder 23 klasse, met zit ook in deze groep. Die denkt, ja, Dutch Racing, jullie zijn het grote Nederlandse team. Weer een gat dicht, dan moet je nu kopvlammen. Ja.
Nou, de kop op dit moment is Victor aan het vlammen. Maar het lijkt erop, het is een tactische wedstrijd, dat hij toch echt bijgehaald gaat worden, Witten. En dan ga jij me eens even wat vertellen over deze koers. Ja, wat weet je wat ik zie, lieve? Weet je wat ik zie? Ik denk niet dat we met Swiss een beetje kunnen inzoomen. Dat gaan we doen. En dan zien we daar iets wat illegaal is vandaag de dag, volgens mij. Aerotuck in die afdaling. Ja, dat is gewoon snel, hè? En dat is ook juist het probleem buiten, volgens mij. Ja, laat de UCI het niet zien. Hè. Het is maar gelukt dat dit nog geen officiële UCI-koers is. Want anders was het toch echt voorbij geweest voor deze mannen. Maar bij ons is het mogelijk. Bij ons gewoon Aerotucky live in de uitzending. Ja, hoppa. En dat doen we met een eerste groep. Nou ja, Lieve die gaat even op die live feed kijken naar mij. Die gaat de mensen thuis straks vertellen met hoeveel mensen er in die eerste groep zijn. Ik kan alvast vertellen, daar is Etienne van Empel bij. En er zit ook Lennart Teugels bij. Twee man in de studio in ieder geval mee. Jarry. Ik ga me even tot jou richten in de studio live. Ja, je zei die klimmetjes, dat wordt waarschijnlijk wat lang. Die afdaling is voor mij. Je kijkt wat zuur. Waar bevind je in de race? Ja, niet in de eerste groep. Zit je in groep 2, denk je? Ja, ik weet niet. Ik rijd plaats 60 ongeveer. Oké, dus dat is eigenlijk nog best wel heel steady. Ja, nu wel in de afdaling, hè? Ja, kijk, nou laten we hopen dat jij gewoon langzaam in die race komt. Dan gaan we ook gelijk even door naar Jochem Kerkhardt. Ja, Jochem, jij kende een onstuimige start van de race. Ondertussen zit je er lekker in. Waar bevind jij je ondertussen? Ja, ik rijd nu rond de 80ste plaats en ik ben nu warm gereden op de eerste klim. Dus ik hoop straks nog een sprong te kunnen maken. Kijk, ik hoor hier liever dat er een raket aanstaande is van achteruit. Jochem Kerkhardt, die raakt gewoon op stoom. En die gaat denk ik straks aansluiten bij dat groepje van Jarry. En dan gaan we even inschakelen bij de man waar het vandaag om gaat. De man waar het vandaag om draait. Lennart Teugels, de regie heeft hem al gevonden. Lennart, Victor heeft de eerste aanval ingezet. Ja, was je daar nou een beetje bang van? Of denk je, Victor, als dit het is, kom maar door. Het was rap genoeg. Het zal zaak zijn om dat nog eens te kunnen, dus we zullen zien. Kijk, hij houdt het hoofd koel en wie het hoofd ook koel houdt is de man hier links in beeld. Victor Kampenaars, hij is geconcentreerd. Ja, hij weet liever dat hij die mannen al pijn heeft gedaan op de eerste klim. Ja, en dan heb je al een beetje een inschatting kunnen maken van wat er komt. Alleen wat niemand weet, behalve Victor zelf, is of dat dit nou 100% was of een speldeprik. Ja, hij kijkt even in die camera, hij denkt, ja mannen. Wacht maar af, er staat nog wat te gebeuren vandaag, lief. En ik denk dat Victor Kampenaars er nog een klap op gaat geven. Dat hij de mannen pijn wil doen vandaag om te laten zien wie baas boven baas is in deze Benelica vandaag. Witte, jij bent ook coureur natuurlijk. Kun je dat gezicht van die Victor eens even bestuderen, Witte? Ik wil dat jij eens even goed inzoomt daar en eens even kijken, is die nog een beetje fris, ja of nee? Nou, ik zit het even te aanschouwen zo. Hij lijkt in ieder geval een koep te hebben die vandaag nog getrimd is door Jeff van Meijerhagen, denk ik. Die doen dat volgens mij met z'n tweeën af en toe, hè? Barbiercursus. Maar ik zie hier iemand die vooral heel erg gefocust is. Ik zie een goede, diepe ademhaling. Ik zie een man op een missie die niet uit het lood lijkt geslagen te worden. Ik zie iemand die gefocust is. Eyes on the prize. Hij wil winnen vandaag in de Beneliga. En dat betekent dat we misschien wel eens twee toprenners kunnen krijgen die er met de prijs vandoor gaan. Kampenaars die dit wil winnen. Ja, en Lennart Teugelslieven is gewoon ver uit in pole position om die Beneliga vandaag binnen te slepen. Want voor de mensen thuis nog één keer een korte recap. Wat kan er vandaag gebeuren? De man hier in beeld kan eindwinnaar worden in de Beneliga. Eén rit voor het einde. Maar wat moet hij dan doen? Hij moet zichzelf in de punten rijden en dan is hij binnen. Of Joni de Bok, de nummer 2, moet niet winnen. Maar ondertussen zijn we alweer volle bak aan het klimmen, lieven. In de Beneliga, in etappe 9. We gaan weer bergop en dat doen we met Joost van der Bos. Ja. Inderdaad. We gaan het tweede klimmetje op volgens mij, Witte. Het gaat dadelijk gebeuren en Joni weet dat. Joni heeft er zin in. Die gaat deze klim aanvangen, want dat is de tweede beste klimmer van deze Beneliga. Maar vandaag hebben ze er toch echt een concurrent bij met Victor Kampenaars. Maar misschien geven die man wel veel te veel aan, of niet eens misschien. Zeker weten, want we hebben hier toch echt een groep, Witte. En dan ga ik je vertellen van 27 renners. En wat ik toch wel... Oh nee, die zitten net achter, Witte. En Jasper, de laatste zit net. Die leidt die tweede groep van een mannetje of 10. En dat is de man die toch echt een criteriumkoning was. En zich nu richt volle bak op het e-racen. Ja. En wat zijn dan de verschillen eigenlijk? Want we hebben de eerste groep van 27 renners. Met Jasper de Laat hier ook in beeld. Ja, die raakt steeds beter in vorm. Maar wat is dan de achterstand van die groep? Hoe ver liggen ze achter de kop? Kunnen ze überhaupt nog terugkomen? Ja, ik ga het je vertellen, Witte, maar dat wordt toch wel lastig. Hebben we ook groep 27, 25? Het is wel toch wel een grote groep inderdaad. Er is 20 man onder andere en dat die wordt aangevoerd door Rick van Breda. Pieter Verhoeven zit daar, Rombout zit daar. Joop Pirot, hè, de man toch wel echt een cultheld geworden. Cultheld geworden, ook een cult, nee, gewoon een held geworden. Zeker, Douwe Doornduin zit daar ook gewoon.
30 seconden erachter en het kan nog gewoon, Witt. En dat kan zo, nog gewoon. Ja, dat betekent dat we gewoon een rock'n'roll groep hebben in plek 2. Ja, de mannen die wel aan zijn voor een combinatie van en een feestje en een beetje bluff, maar ook gewoon keihard fietsen. Want die mannen, ja, die rijden gewoon in de top 30 hier in deze rit. En deze rit, lieven, ja, ik moet zeggen voor iedereen thuis, sorry, die komt een beetje uit mijn koker. Hij is loodzwaar. Ik wilde hem niet rijden, maar ik wilde hem wel zien. En wie hem ook wel wilde rijden en zien en zich ook laat zien momenteel, is Offermans. Tijdens het verhaal is hij gewoon weggestikt op een stuk waar het niet eens zo mega zwaar was. Rijdt hij weg uit die favoriete groep 6.6. Ja, voor het oog van Victor Kampenaars. Ik denk dat hij denkt, oh, Victor, wat jij kan, dat kan ik nog beter. We zien hem hier in beeld. Oh, lieve, hij kijkt geconcentreerd. Ik word er bijna bang van. Volgens mij is hij boos. Hij is boos op Victor. Hij kijkt boos en hij is terecht misschien wel boos, want al zijn woede, al zijn frustratie uit hij in de benen liggen. Maar dat zorgt er wel voor dat hij op dit moment 7 seconden voor staat op de rest. Oh, en wat een explode, wat een explode. 6.9, wat per kilogram lichaamsgewicht wordt 7.4. En dat houdt er nou steady vast, 7.2. Ja, hij gaat eigenlijk doen wat Teugels de laatste races deed. Gewoon zo'n klim opvlammen met circa 7.0 gemiddeld. En gaat hij dat dan volhouden? Want ja, hij speelde ook een beetje op de bluff in de Van Toe-etappe. Toen ging hij als enige mee met Lennart Teugels aan het begin. Dat moest hij toen bekopen met een zwakke middenstuk. En kwam keihard terug om weer gewoon die top 15 volgens mij in te duiken. En is nog steeds in de running voor het onder 23 klassement. En dat doet hij in een strijd tegen Anthony van Noppen. En die lijkt te reageren, want die rijdt nou op plek nummer 2. Ja, en Anthony is ook een vaste gast bij ons op de Zoom altijd. Waarschijnlijk zien we hem ook nog wel een keertje voorbij komen. En ploegmaatje van Jari Straven zie je in de studio. Nou, dan gaan we gelijk eventjes de vraag doorspelen aan Jari. Jari, is Anthony zwaar bezig met het onder 23 klassement of niet? Ja, volgens mij droomt hij wel over het truitje, dus ik kan wel zeggen van ja. Ja, wat ik hoorde hem zeggen, dat hij wel een beetje zenuwachtig was, een beetje gespannen was. Was dat luk of heeft hij echt, heeft hij af en toe dun lopen in de broek van angst, zeg maar? Nee, die zat de hele dag niet meer aanspreekbaar. En al focus. Kijk nou, dat is mooi om weer te weten. Ja, de man die hier nog mooi achter de schermen de prijs kwam uitreiken van de gamerskoers, dat feestje. Je hebt hem niet gezien, kijk hem dan nog een keer terug, die aflevering. Want dat was feest, dat was knallen. Ja, en er stond ook een fles Jägermeister op het spel. En die is gewoon rechtstreeks gedoneerd uit de hand van Jari Stravers naar de andere man in de studio, namelijk Etienne van Empel. En Etienne van Empel, ja, die moet niet denken aan een fles Jägermeister nu. Al kan er een lachje af. Het duimpje gaat omhoog, want Etienne, jij bent gewoon mee, hè? Ja, klopt. In het eerste achtervolgende pelotonnetje op Offermans. En ben je een beetje op stoom geraakt nu? Dat was wel nodig eigenlijk om op stoom te zijn voor die eerste klim, want daar werd hard doorgereden. Kijk, en als je nou een beetje moet peilen jouw rol in die groep, je bent dat van de langere klimmen, maar nu hebben we herhaling vandaag. Ja, op die laatste klim, kan het dan gebeuren voor jou? Kan het de goede kant opvallen, denk je? Ja, ik denk dat het de eerste paar klimmen vooral aanklampen is. En dan hopen op de inhoud op het eind mee te kunnen doen. Kijk, lieve, en op de inhoud gaat hij een battle voeren tegen andere mannen van de inhoud. Mannen als Lennart Teugels, mannen als Victor Kampenaars. Ja, die zitten daar. Maar hier kijken volgens mij mee met groep nummer 2, is het niet? Het is groepje nummer 3, Witten. Dit is groepje nummer 3. Nou ja, Offermans, als we die ook als groep beschouwen, hè, Witten. Dan zitten we in 4, hè? Nee, dan zitten we in 3. Ook 3 dan. Offermans op kop. Dan hebben we een groep inderdaad van een mannetje of, nou, wat zal het zijn? 15 man, denk ik. En daarachter, Witten, is deze groep met Bram Rombout, Matthijs Lohman. En deze mannen komen dichterbij, kan ik je vertellen. Jardy van der Lee, Marco Doet zitten. Ik zag Jasper de Laat hier zitten. Rick van Breda zitten, maar ook Julien van der Branden. Dat is de ploeggenoot, Witten, van Lennart Teugels. En die zit op dit moment, zitten die op ongeveer 25 seconden van de tweede groep. En die rijden dan weer op 12 seconden van Offermans. Die op dit moment in zijn eentje aan de leiding gaat. Ja, en Cornelis die is in volle bak aan het geven op de Zoom. Dat is goed om te zien. Ja, dit is een beetje het gezicht wat we vandaag kunnen verwachten bij alle deelnemers. Wanneer er getrapt wordt, als er getrapt wordt vandaag, dan gaat het omhoog. Ja, wat bedoelen we dan? Terwijl we de Mathieu de Kok dat ook zien doen. Ja, vandaag stond hij er een keer bij die favorieten. Hij is een van de meest steady renners in deze Beneliga. Maar nooit bijna doet hij mee echt voor de winst. En dat bedoel ik, hij zit wel in de groep voor de winst. Maar rijden voor plek nummer 1 is o zo lastig. Hij is een beetje de Levi Leipheimer eigenlijk. Ja, de Heimer Subel die aan deze Beneliga. Hij sluipt zo mee in elke rit op vermogen. Om dan vervolgens zichzelf bovenin te nestelen in het algemeen klassement. Maar ja, wat ik net al zei, als je trapt dan gaat het hard en dat ligt aan de aard van het parcours. En nu in dat mooie scherm links hebben we alle renners thuis. Maar wat ik daar wel eens even wil zien, is eigenlijk dat routekaartje. Dan kunnen we het namelijk nog één keer laten zien. Dan kan ik uitleggen wat de renners vandaag aan het doen zijn. Londen, Surrey Hills. En dan zie je het. Zoek maar naar het vlakke lijntje. Ja, die zitten maar heel erg kort. Het is allemaal op en af en het is stijl. En zeker als je hier gaat.
langs die betonnen muur. Dan weet je dat dat stijgingspercentage de lucht in vliegt, maar dat doet Offermans voorlopig niks. Die voorsprong blijft stabiel op 6 seconden. En daarachter zijn ze aan het geven, ja, het is Pieter de Pape, 8.1, die wil dat gat dicht, die wil er heen, het liefst in zijn eentje. Want dan ben je met z'n tweeën weg. En dan ga je rijden voor de winst. Want je wil niet al die mensen mee hebben in je groep. Je wil niet iedereen meeslepen. Maar ja, iedereen zit op dat wiel en Pieter de Pape, die gaat hier, je ziet hem links. Wat een concentratie, wat een concentratie. Maar Lennart Teugels gaat erachter aan. En Teugels zegt, ja, die Beneliga is 1 en die ritzegen, die is 2. Dat wil ik ook wel. Ja, ja, op dit moment, jongens, is dus de... Ja, hebben Grupo Compacto op de kop. En daarachter, Witte, kan ik je vertellen, op 37 seconden nog steeds de groep aangevoerd. Op dit moment Matthijs Lohman, WPGA. Ja, ja, ja. En die gasten kunnen gewoon nog terugkomen. Want laten we gewoon afronden dat het 20 seconden is. Ja, en dan kan het nog. Zeker op zo'n parcours als vandaag, want we zijn 20 kilometer ver. Het zwaarste moet allemaal nog komen. Maar dit is wel een van de zwaarste stukken in de race. Ja, hier zitten mannen die nog een sprong kunnen maken naar voren. Maar dat moet je nu doen. Dat moet je nu doorgeven. Ja, en waarom zien we geen klimprocent in beeld? Dat is de vraag van Ronald. Nou, misschien kan dat er nog ingetoverd worden vandaag. Maar dan kan je in ieder geval vertellen. Dit spreekt tot de verbeelding. Want hier wordt namelijk stijl geklommen. Dat weet iedereen die hier wel eens heeft gereden. Ja, want het gaat hier stijl. En het gaat hier omhoog. En dat weten Kampenaerts. En Kampenaerts denkt, nou, daar ga ik gebruik van maken. Ik ga nu wegrijden. Ik ga ze nu onder druk zetten. Die rijdt hier op kop. En dan zou het mooi zijn als we het beeld even kunnen draaien. Want wat brengt hij dan teweeg in die groep? Ja, dat zien we nu. Hij zit op kop. Hij rijdt niet weg. Maar hij kan nog lachen. Hij denkt, ja, 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 mannen. Ja, ja, ja. Kijk in die ogen, kijk in mijn gezicht en dan zie je iemand die aan het genieten is. En ik vraag me af of dat ook nog geldt voor een renner als Thijs Sonneveld. Want de vorige keer dat Victor aan het lachen was, toen was Thijs bijna aan het huilen. Maar ja, er zijn meer mannen die zouden bijna moeten huilen. Die zouden dan al afzetten, maar Thijs Sonneveld die geeft door, die zet door, die zet door. Die zegt, Victor, niet met mij. Want dit is ook mijn kans om te laten zien wat ik wel niet in huis heb. Dat ik gewoon mee kan met deze mannen. En Victor die zegt, nou Thijs, jij zit er nog bij en jij kijkt zo moeilijk. Dan gaan we nog één keer omschakelen. Dan gaan we gewoon nog wat harder. En dat is wat Kampenaerts doet. Hij rijdt een secondje weg. Hij rijdt een secondje weg. Maar Jood van der Bos gaat er nu naartoe. En Teugels wil ook mee. En op het wiel van Teugels liever, Joni de Bok, as always. Ja, ja, ja. Die Joni de Bok, joh. Die gaat als een gek, jongen. Maar ook inderdaad Teugels op de derde plek. Hij doet het ook gewoon, Witten. Ik moet het je even zeggen. Hij doet het ook gewoon hier in de e-Racing TV studio. Ja, 7.9, 7.8. Hij pakt over. Is dit dan het moment dat hij helemaal onder stoom komt. Er zit al een moment dat het gaat laten zien. Hoho! 8,4 de cijfers in het oranje. En hij rijdt weg in zijn eentje. En dan is dit het moment om te reageren als je wil. Joni de Bok, als jij die Beneliga nog wil winnen, dan moet je nu meegaan. Want nu staat die eindoverwinning op het spel. De man die gaat hem hier in de verf zetten. En onderin zien we Joni de Bok. Die gaat staan om te pedalen. Die gaat staan om te pedalen met een hogere cadans. En hij wil die groepen heen trekken. Maar dat lukt voorlopig niet, want we komen hier boven. En Teugels, 5 seconden voor. Oh jongens, let nu op. Verlaat je tv niet, verlaat je scherm niet jongens. Blijf nu opletten, het is Teugels in de aanval. Hij gaat voor de winst in de Beneliga. Vandaag hier in de studio live bij e-Racing TV. Ja, dit is e-Racing van de bovenste plank. Dit is waarom deze sport groot kan worden. Hier worden helden gemaakt vandaag. Ja, dit is een beetje de springplank om misschien in zo'n mooie podcast te komen van de Rode Lantaarn. Of misschien wel Live Slow Ride Fast. En Ride Fast is wat de mannen vandaag doen. Maar wie voorlopig het hardste rijdt van allemaal is Lennart Teugels. Maar weet je wat ik ook heel gaaf vind, lieven? Momenteel op plek nummer 2. Ja, het zijn de mannen van Studio Dag 1 die steeds meer onder stoom raken. We zagen Jasper de Laat al schuiven naar voren. Maar het is Mohamed Reyes die ook gewoon in die groep zit. En die gaat hier proberen Lennart Teugels gewoon terug te pakken. Die probeert erheen te rijden. En Teugels lijkt vooral te willen laten zien. Jongens, in de studio kan ik het ook. Die Beneliga, die gaat naar mij. Je kan proberen aan te vallen wat je wilt in de rest van de rit. Maar het gaat geen zin hebben voor dat eind. Die Specialized ga ik mee naar huis nemen. Ja, ja, ja. Misschien gaat hij die live met vuurwerk, bombastische muziek vandaag ja, in ontvangst nemen. En ik, volgens mij is hij op dit moment al een beetje in zichzelf aan het bekijken of hij dat gaat doen. En dat kan op dit moment in de afdaling, want het is nu afdalen, jongens. En ik denk dat hij zich toch echt terug gaat laten pakken door deze groep. Dat kunnen we mooi zien op dit beeld, terwijl we door de bossen aan het dalen zijn. En dan zien we Witten, misschien ook wel mooi om te vertellen. Ik vertelde je hiervoor dat de tweede groep op 38 seconden reed. En ik kan je vertellen, ja, dat gat is toch echt gegroeid, Witten, naar de, ja, 54 seconden. En je had het net over Thijs Sonneveld. En ja, dit wordt een moeilijke zaak, Witten. Thijs rijdt op dit moment 20 seconden samen met Pim van Diemen, Matthias de Roze en Milan Paulus van Zeg. Ja,
kan het nog? Nu 17 seconden. We gaan het volgen. Inderdaad, dat zijn toch ook wel spannende momenten hier. Want het gaat ook om dat ploegenklasse onder andere. Dat ploegenklassement. En dat ploegenklassement, lieven, dat is ook razendspannend. Want BZR Sport Charlotte gaat daar aan de leiding met 156 punten. Maar Dutch Racing volgt op de voet eigenlijk. 152 punten. En dat is het team van onder andere Zonneveld en Van der Bos. Maar ja, in dat team van BZR Sport Solid vinden we onder andere de kop die hier ook voorin zit. Ja, de mannen die leggen elkaar het vuur aan de schenen. Het vuur aan de schenen. En wie voorlopig... Ja, lieven, je wijst naar het scherm. Ik zie Etienne van Empel in zijn eentje. Zit hij op een gat of rijdt hij weg? Waar zitten we in de race? We zijn Etienne even kwijt. We zijn hem even kwijt en dan is Liever aan het zoeken en dan zie ik daar op plek nummer 16. Plek ja, nummer 16. Ik maak hem wel zorgen, Witte, maar 4 seconden. Is 4 seconden. Dus kan nog gewoon. Ja, 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 hij kan ja, ja. Er gewoon ja maar komen. Je mag dat niet laten gebeuren, want als je in je eentje komt te zitten is het o zo lastig. En die groep die werkt hier samen, die staat niet stil. En Mohamed Reyes, ja, die lijkt hem hier de nekslag toe te willen brengen, want hij gaat 9.2 rijden. Die demareert hier gewoon. Ja, en dat gat wordt langzaam groter. Dat wordt groter. En dat ziet ook Joe Pirot vanuit huis. En dan de teugels nog een keer op de pedalen. Maar dan moeten we met de regie even gaan naar Etienne van Empel. Die gaan we in beeld pakken. De man van Dutch Racing. Ja, we zien hem kijken. Hij is aan het twijfelen. Hij is aan het denken. En Joost van der Bos die pakt aan de kop. Ja, die probeert hoop ik de boel een beetje af te stoppen. En in de verte zien we hem daar rijden. In zijn eentje. Maar hij moet er naartoe. Hij moet er heen. Dat weet hij. En dat moet nu gebeuren. Dat moet nu gebeuren. En dat gat, lieven, is dat nog steeds 4 seconden? Wordt dat groter? Wordt dat kleiner? Wat is het? Ja, 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 inderdaad, Witte. We zien Kampenaars die op dit moment in de afdaling zit. In de afdaling van die eerste groep. En ja, dat zijn de kopgroep, dat zijn de leiders. En ik kan je vertellen, daar zit Victor Kampenaars, Jelte Krijnsen, Joost van der Bos, Jari Verstraten, Harrison Wood, Reyes zit daar, Teugel zit daar, De Papen zit daar, De Leng zit daar, De Valkenis zit ook gewoon, Witte. Minnaert zit daar, de fans van Mathieu de Kok. Terwijl ik graag even wil dat het geluid op de achtergrond van de renners even uit is, dan kan ik me even concentreren. Siepen de Valkenier, Stefan van Aalst en Joni de Bok zit daarbij. En dat is de laatste renner van deze groep. Ja, en dat betekent dat Etienne van Empel de rol heeft moeten lossen. Die rijdt daar nu in zijn eentje op 13 seconden. Ja, en dan is het hier te doen voorin. Dan is het hier te doen voorin. Dit zijn de mannen waar het gaat gebeuren, lief. En dit zijn de mannen die het gaan doen. Hier gaat de winnaar waarschijnlijk uitkomen. Ik zie eigenlijk niemand van achteruit meer terugkomen. En dat komt door de zwaarte van het parcours. En dat komt omdat de mannen al hebben laten zien zo ver in de race. En er zijn er heel veel van de mannen bij die we eigenlijk al hadden verwacht. Met Joost van der Bos daar voorin. Een van de klimmers van de Tracy. Met ook Lennart Teugel zijn de eerste groep uiteraard. Mohamed Reyes is gewoon mee. Steven van Aal zit erbij. Ja, die laat ook zien dat hij rijdt voor dat klassement hier vandaag die wil het gaan doen. Maar hetzelfde geldt voor Vermeulen. Maar ook Krijnsen is mee. Ja, dat is de ploeggenoot van Jochem Kerkhardt. Die hier ook in de studio rijdt voor WPGA. Die rijden ook een hele sterke campagne hier. Ja, wat de winnaar in die groep gaat doen. Ja, dat valt nog te bezien. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de mensen thuis. We zitten hier met een kopgroep. Een kopgroep van sterke renners. Een elite groep. En hoe moet je die race nou winnen? Wat is jullie visie erop? Moet je wachten tot het einde? Want daar vlakt het een klein beetje af en kan je een sprint lanceren. Of moet je simpelweg laten zien dat je de sterkste benen hebt op de beklimming zelf. En gewoon solo gaan. Ja, ik durf het nog niet te zeggen, lieve. Maar ik denk dat we nog een aanvalletje gaan krijgen. Van bijvoorbeeld de Lennart Teugels. Of die Joost van der Bos. Joost van der Bos op dit moment los van de peloton. En hij rijdt op dit moment voor Harrison Wood. Volgens mij voor Jody de Bok. En volgens mij ook voor Teugels. En daar zien we inderdaad Teugels in beeld. Die op dit moment op de vierde plek rijdt. En daarmee gaat hij misschien toch echt wel zijn eindzegen veiligstellen. Vandaag in de Beneliga. Want Joost van der Bos rijdt op dit moment de kop. En ik kan je vertellen, jongens. Op het moment dat Teugels gewoon in de puntjes rijdt, dan is hij gewoon helemaal safe. Ja, inderdaad, inderdaad. Als hij zichzelf in de punten rijdt, dan is hij safe, inderdaad. Maar dat gaat dan inderdaad om de man Lennart Teugels. Ja, en we moeten ook even benoemen, er staan natuurlijk meerdere klassementen op het spel. Er staan meerdere klassementen op het spel in die Beneliga. Dus ook na vandaag is het toch niet gedaan. Ja, hieronder zien we dat mooie logo van Specialized. Dat lijkt wel gedaan te zijn. Als inderdaad Lennart Teugels zichzelf in de punten rijdt, dan neemt hij die Specialized mee naar huis. En die eerste prijs in dat klassement, lieven. Dit is de tweede groep, Witte, met Thijs Zonneveld en volgens mij ook De Rozen en Paulus. En hier vlakbij zit op dit moment Etienne van Empel. Het kan nog gewoon, die mannen kunnen nog gewoon terugkeren. Terwijl het op dit moment toch zeker Joost van der Bos is die op dit moment aan kop gaat. Maar ik denk dat het toch echt een moeilijke zaak gaat worden. Inderdaad, en is dat dan slim, kan je afvragen. Want die mannen die we daarachter zagen, ja liever, ik zie jou al een beetje heen en weer schudden en twijfelachtig kijken. Ja, hij lijkt voor eigen glorie te gaan. Het is natuurlijk zo goed recht. Maar ja, als je in een van die grootste teams zit, dan moet je ook een beetje ze aanbewerken.
En daarachter die groep, daar zitten die mannen nou samen bij elkaar. En dan hebben we het onder andere over Zonneveld en straks Etienne van Empel. Die willen terugkomen. Maar ja, de enige die hier zorgt voor het tempo wat omhoog vliegt, is Joost van der Bos zelf. Terwijl we ons maar meekijken hier thuis bij Matthias de Roze. Ja, he's back. En misschien een mooi momentje, Witten. Power-ups, wat zijn dat nou precies? En dan kunnen we met de regie even vragen of ze even die knop in beeld brengen. Want dat is misschien mooi voor de wat minder ervaren kijkers die vandaag naar iRacing TV aan het kijken zijn. Ja, wat is nou zo'n power-up? Ja, het woord zegt het al, hè? Kracht erbij eigenlijk, dat is waar het om gaat. Eigenlijk een beetje het game-effect van Swift is hard fietsen, maar ook een klein stukje in de game. En dat zie je onder andere in die power-ups. Nou, die krijg je op bepaalde punten van het parcours als renner in Swift. Denk aan, je gaat onder een finishboog of je gaat onder een klimboog. Ja, er gebeurt van alles, maar ik praat gewoon door. En dan krijg je net als in Mario Kart random eigenlijk een power-up toebedeeld. Dat kan zijn een veertje, een featherweight bonus. Dat kan zijn, die knopje zien, dan ga ik straks vertellen wat je daarmee kan doen. Dat kan de aero bonus zijn, zo'n tijdrithelmpje, dan ga je harder. Of je kan de draft bonus krijgen, dan kan je meer genieten van je voortgangers. En die kan je inzetten op een moment wat jij tactisch vindt. En normaal doe je dat via de app. Of doe je dat op je laptop door even te klikken op de muis. En wat hebben de renners hier in de studio? Ja, die mooie knop. En als je die inklapt, gewoon volle bak met de vlakke hand. Een beetje zoals bij het roze koekenprogramma vroeger van NPO3 volgens mij. Ik weet het even roze koekenprogramma? Wat, ja, wat is nou... Wat is dat? Ik ben het even kwijt. Ja, mensen thuis... Dit was het programma waar ik vroeger altijd naar keek. De ja jongens, legit, het roze koekenprogramma. Ik drop hem bij jullie. Ik weet niet wat het roze koekenprogramma met deze rode knop te maken heeft. Klikt hij dan en er gebeurde er ook van alles. Nou, hier klikken ze op die groene knop. Klap erop en dan zet je de power-up in. En ben je dus voor een bepaalde tijd bijvoorbeeld lichter of sneller op het vlakken. Of kan je meer genieten van de draft van je voorganger. Kortom, ja, je hebt een bonus, een power-up. En welke power-up wil je hebben als we op dit moment, Witten, gaan klimmen bijna? Ja, dan wil je die featherweight, Want dan ben je 15 seconden lichter. En dan ben je 15 seconden in het voordeel. Ja, en dat is ideaal om bijvoorbeeld een aanval te plaatsen. Of je bent compleet naar de... Kloten. Ja, zoals Thijs Zonneveld op dat momentje bij Victor Kampenaerts. En dan komt die top komt in zicht. En dan heb je die power-up. En dan wacht je tot het einde. En dan ros je op die groene knop. En dan moet je maar hopen en bidden dat het een beetje stilvalt. Maar door die power-up kun je dan net iets harder omhoog. Ja, dat wil je nu ook. En weet je hoe je misschien ook harder omhoog gaat? Als je naar Lucinda Brandt gekeken hebt en je dacht, ik wil die wereldkampioenkleur ook. Ja, en Fons heeft dat gedaan. En die denkt, dit gaat mij energie geven, dit geeft mij moraal. Ik zwaai naar jullie en dan laat ik jullie allemaal achter op deze klim en ga ik rammen. Ja. Wie ook wel rammen is Joost van der Bos. Dat doet hij nog steeds, hè. Hij gaat maar door, ondanks dat kleine gat van maar 5 seconden. Ja, daar heeft hij maling aan. Hij trekt door. Ja, en Lennart Teugels, die denkt, ik bekijk even iets meer van achteruit in die groep. En daar wordt zo'n featherweight bonus ingezet. Ja, hieronder, dat is een goed moment inderdaad op die klim. En dan zie je ook, ja, hij vliegt naar voren, hè. Hij gaat daarnaast Joost hierop te rijden. Terwijl we hier, we kijken in de studio mee. Lennart Teugels kijkt een beetje naar links en rechts om zich heen. Hij heeft nog adem over. Hij zit daar ook gewoon netjes in die eerste groep liepen in het midden. Volgens mij is alles onder controle voor de man van Tartaletto Isolex. Ja. Alles onder controle bij ons in de studio bij iRacing TV. En deze man, die is helemaal niet naar de klote, jongens. Hebben jullie nog een vraag voor onze man in de studio? Drop hem in de chat. Wij gaan hem vragen. Want ik denk dat deze man bovenop de klim misschien nog wel een beetje energie heeft om jullie antwoorden... om jullie vragen te beantwoorden. Inderdaad. Laat via de socials weten wat jij er nog gewoon in deze race wil weten van Lennart Teugels. En als we dan gaan dalen, dan gaan we het eens vragen. En weet je wie er ook gewoon bij zit, lieven, in de eerste groep? Ja, Matthijs de Leng. En die twee mannen die hebben al tegen elkaar gestreden laatst. Matthijs de Leng en Lennart Teugels. En die doen dat nu vandaag weer. Het is vandaag echt een rit voor de mannen die vaak opnieuw kunnen aanzetten op zo'n klim. Een ander profiel rennen eigenlijk dan we tot nu toe hebben gezien. Natuurlijk, je moet een sterke allrounder zijn, maar deze inspanning is zo specifiek. Dit is het meeste vergelijken met Ardennenwerk, zonder vlakke stukken in het midden. Ja, en we hebben toeschouwers aan alle kanten, achter ons, voor ons, Schappendel kijkt ook gewoon mee. En je zou voor minder, want het is koers van de bovenste plank. Dit is koers waar het om gaat. Dit is namelijk ook een koers die gewoon doorgaat. Lieven, de Beneliga staat op zijn kop en dat gaat bizar hard met Van der Bos op kop en hij rijdt weg. 11 seconden gaat hij het dan solo doen. Dit kan toch niet, Witten? Hoe kan dit? Hoe kan Van der Bos zo sterk zijn vandaag? Wat heeft die man gegeten? Ja, ik heb het niet over de dopingquiz. Ik heb het over jelletjes. Ik heb het misschien ook wel over vloeibare honing. Wat heeft deze man gegeten dat hij op dit moment
zo hard aan de kop gaat. Ja, zo hard aan het rijden is met die tweede groep die er achteraan gaat. Die man, het lacht er misschien een klein beetje uit. We dachten, dit kan helemaal niet in je eentje. Maar die man die rijdt op dit moment 13 seconden voor deze groep. En Stefan van Aals, ja, die zit daarachter. Dat is de man van de vloeibare honing waar het net over had. Dat was zijn truc. Inderdaad, dat was de truc, dat was de truc. Dat was eigenlijk zijn alternatief voor het jelletje. En het blijkt te werken, want hij schiet hier naar voren. Ja, en Stefan, die is in een hevige battle met Joni de Bok en Mathieu de Kok voor dat podium. Want Stefan rijdt nu op plek nummer 3. Maar hij is nog dicht bij Joni de Bok. Dat scheelt helemaal niet zo heel erg veel. Volgens mij scheelt dat een puntje of 13. Maar 5 punten achter hem. Hij heeft ploeggenoot Joni Mathieu de Kok in de nek van Stefan van Aalst. Die twee rijden voor dat eindklassement hier in de Beneliga. En dat doen ze samen met Lennart Teugels. En Lennart Teugels, ja, die is een straatlengte voor. Bijna 100 punten. Die is dus bijna binnen. Want de winnaar van de etappe krijgt 50 punten. En Stefan van Aals, ja, oeh, hij heeft het zwaar tongetje uit de bek. Ja, hij weet die klimmen. Dit is eindig. Het houdt een keer op. Maar ja, je mag niet zelf ophouden voordat je bij die top bent, lieve. Hij mag niet ophouden. En dit is de battle. Want we kijken hiermee met Mathieu de Kok. Mathieu de Kok van Aals. Ze zijn ploeggenoten. Maar telt dat nog wel als je rijdt voor plek 3 in het eindklassement? Ik denk het niet, lieve. Ik denk het niet. Terwijl we hier groep 2 zien met Lennart Teugels, Pieter de Pape, Victor Kampenaars, Michiel Minnaert zit daar gewoon bij. Harrison Wood, die man van Zeg, ja, dat is uiteindelijk misschien ook wel iemand die zich elke koers weer laat zien. Reyes zit er ook gewoon bij, de man van de volharding. En wat, jij wijst iets aan, jij kijkt live in beeld, terwijl ik op een ander scherm aan het kijken was. Gaat hier wat gebeuren? Ja, er gebeurt van alles, er gebeurt van alles. Dit is het moment, dit is het moment. Want Joost van der Bos was een beetje weggesneakt. Ze lieten hem gaan, ze lieten hem gaan. Maar we gaan dit niet op. En dan wordt er gedemareerd. Het was Joni de Bok die volle bak wegsprong. En Teugels, ja, die gingen achteraan. Die houdt hem natuurlijk in het oog. Dan weet Pieter de Paper, dat zijn mijn landgenoten, ik moet mee. Victor Kampenaars denkt, ja, ik ken al die gasten niet. Ja, misschien een beetje. Maar als die cijfers in het oranje gaan, dan moet ik blijkbaar aanzetten. En dat gaat hij nu doen. Ook die gaat mee. 9.5. Ja. Maar twee man rijden nu weg. Joni de Bok en Lennart Teugels, die hebben nu een gaatje. En Kampenaars wil naartoe. Dan zouden we een drietal krijgen. Traak, onder de boog. Ja, dat komklassement, dat gaat natuurlijk gewoon door, lieve. Dat gaat natuurlijk gewoon door. Maar waarom besteedt daar minder aandacht aan? Ja, die winnaar, die is al binnen. Want die winnaar is Lennart Teugels. Maar dat betekent nog niet dat hij ook deze etappe wint. Hoe makkelijkheid hij hier naartoe wint? Ja, dat is niet normaal. Ze komen op dat wiel, En dus dat gat nog maar 10 seconden met Joost van der Bos. Je ziet ze in de verte. Die liggen even in de wielen. Maar gaan ze nu naar elkaar kijken of gaan ze samenwerken? 6.0 voor Pieter de Pape. Ja, Victor Kampenaars houdt de benen even stil. Dan gaat hij hier een klein stukje naar beneden en dan gaan we weer omhoog. Dus nu moet je aanzetten, want dan vlieg je met dat momentum over die top heen. Ja, en Joost van der Bos, die moet dat in zijn eentje doen. Maar hij rijdt nog steeds boven de 6.3. Nu zelfs 7.2, 8.5. Je ziet hem, hij zit aan, hij gaat door. Want hij weet als die mannen aansluiten, dan moeten we weg zijn. Oh, en daarachter is het Jannie Verstaat. Ja, dit is zeker vies stijl. Dit is heel erg vies. Dit is smerig. En dat weet Kampenaars. Op die pedalen. Hij kijkt even naar die uitzending. Ga ik nog goed? Ga ik nog lekker? Nou, Victor, dat ga je zeker. Maar die andere mannen ook. Want die zitten in je spoor. Dat is onder andere Joni de Bok. Dat zien we hier. En ook Golende Teugels in de studio. Ja, ze rijden daar op 7 seconden. En 7 wordt 6,5. Ze kruipen er naartoe. Maar schudden ze de rest dan ook af. Ja, Martijn de Lenk, die laat dat niet gebeuren. Die brengt dat gat weer terug. Na 3 seconden. Allemaal op een zakdoek. Alles op een zakdoek. Wat een koers zien we vandaag. Witte, het zijn de mannen op dit moment. We hebben nog maar 15 mannen die echt serieus gaan strijden voor de winst in deze koers. Maar het is Reyes. Die zit op dit moment op 10 seconden. Op 4 seconden zit de Paap. En is op dit moment nog steeds Joost van der Bos in leidende positie in de Binnenliga. Race 9. Oh ja, Joost van der Bos is nog steeds los. Dat is benoemenswaardig. En hier zien we die power-up. Hè. Dat is die draft power-up. Dan kan je wat meer genieten van het effect van het wiel van je voorganger. Maar ja, wie doen dat? De twee mannen die op kop rijden. Kijk dus je mee met je teugels, aan. Hè, ja, we kijken inderdaad mee met teugels over die rug. En dan zie je hetzelfde wat je ziet op het grote scherm. En inderdaad. En Kampenaars in die groep, dat zien we daar ook. Ja, hij kan nog een beetje lachen. We gaan hem ook gewoon eventjes erbij pakken nu, want we zitten in die afdaling. Ja, Lennart, jullie zijn los, Zijn dit de sterkste renners in de rit vandaag? Ja, misschien wel, maar het is nog te vroeg. Het is nog te vroeg, ja, dat zegt hij toch wel heel koeltjes. Lennart, je zit erbij, of dat je nog niet hebt geleden. We gaan je lekker je jelletje laten wegtikken. Als iemand weet wat een goede Zwift-tactiek is, dan is het Lennart Teugels wel, hè? Ja, Lennart Teugels staat ook 11e op die wereldranking. En nu gaan we kijken, is hij ook wereldkampioen? Jelletjes wegwerken. Ja, hij knijpt het even flink. Ja, voor de mensen thuis, zo gaat het dus. Oeh, de rest komt erbij, Witten. De rest komt erbij, volgens mij. Komen ze terug. Ja, dan moeten we dat beeld eigenlijk een beetje naar achter draaien. Kunnen we dat dan zien? Inderdaad, we kijken nu van boven. Wel, die snelheid is hoog, hè? En hoe hoger die snelheid is, ja, hoe meer meters je voor moet liggen om ook een seconde voor te liggen uiteindelijk. Dus die gaten die zijn vrij groot voor weinig afstand en tijd. Want wat is de afstand en tijd? 1 seconde, dat betekent liever.
dat we ze over enkele seconden daar komen ze in beeld gaan zien. Ja. De mannen zijn er weer bij. En wie zijn die mannen dan weer? Dat zijn op dit moment nog 13 mannen. En het is, 15. Want het is ook Harrison Wood die nog net in dat laatste wieltje zit. En we hebben het al heel de race witten. In de achtervolging, help me even, Matthijs Loman, die rijdt toch al heel de race in de achtervolging. Maar die rijdt op dit moment op 35 seconden. Dus die rijpen toch een knappe race vandaag witten. Toch gewoon heel de tijd in die tweede groep. En nog 35 seconden. Als dit hier stilvalt witten, dan kan hij nog gewoon aansluiten bij de koplopers in de race. De 15 leiders in de Beneliga vandaag. Inderdaad. Ja, ik had hem ook 1 ster gegeven bij de favorieten. Gewoon puur op zijn vermogen op zo'n klim. Met die knaltijd die hij heeft neergezet op Lade Doet. Ja, dan moet je dit perfect liggen. Maar wie het ook perfect ligt, dat zijn de mannen die hier zitten. En alles komt dan weer samen. We hebben gewoon weer een kopgroep die de mannen... Ja, het was een schermutseling dan eigenlijk wat we tot nu toe hebben gezien. Ze hebben een beetje berekend, maar wat zie ik hier gebeuren? De cijfers die gaan weer in het oranje. Dat betekent dat er weer versneld wordt. En ja, dat tempo gaat omhoog. De Kampenaars aan de kop. Maar Kampenaars is niet zo van dat sprintje. Al liet hij net toch anders zien. Want toen vlamde hij naar die groep toe. Maar hij moet het hebben van dat moordende tempo. En dat moordende tempo, dat wilde die groep hier opleggen. En dan zie je dat er een paar renners naar achter zakken. Dan worden die gaatjes wat groter en dan weet de lengte. Ik moet nu opschuiven. Ja, en Lennart Teugels gaat staan, wou ik zeggen. Maar volgens mij is hij nooit gaan zitten. Die man die gebruikt zijn zadel niet. Ja, datzelfde doet nu ook Jochem Kerkert. Die gaat staan. Die gaat ook gewoon lekker in de studio en die begint steeds meer zijn ritme te vinden. Ja, hetzelfde geldt voor Laura. Die klimt ook gewoon super hard. En dat is toch een mooie uitnodiging voor alle dames om ook gewoon deel te nemen aan e-sports events. Zoals deze Beneliga van eracingtv.nl. Maar ja, dat zij niet in die eerste groep zit, dat is natuurlijk normaal. Want we hebben hier gewoon eigenlijk 2 pelotonnen in 1, mannen en vrouwen. En dat wil zeggen dat je de mannen bijna automatisch aan de kop gaat krijgen. Misschien behalve als Lucinda Brand zou meedoen. Ja, die zou dan misschien deze jongen hier op kop wel gaan terughalen. Dat is de volgende. De volgende 1 secondje weg. Ik denk wat Joost van der Bos heeft gedaan. Dat kan ik ook. Maar dat blijkt anders te zijn. Want alles komt weer terug. Ja. Alles op een zakdoek. En dan blijft hij toch wel echt... Een geweldig spannende koers hier in de Beneliga. Terwijl het ook Pieter de Paap is. De man die ook bij ons in de Zoom zit. Die op dit moment aan de leiding gaat van de eerste groep in de Beneliga. En dan hebben we Witten nog 17 kilometer te gaan. En dan zijn we toch echt gefinis. Dan zit deze rit erop. En daar hebben we Pieter inderdaad op bestelling links in beeld. De man van S-Bike Dolcini. De ploeggenoot van Laura. Die op dit moment misschien wel eerste vrouw is in de koers. Ja. En dat betekent dat we opgaan naar Keith Hill. 4,3 kilometer aan 5% gemiddeld. Ja, met een klein tussenstukje. En daar zijn we volgens mij nu aan begonnen zelfs. Aan het eerste deel van die beklimming. Nou, dan is het klimmen geblazen en dan staat iedereen weer onder druk. Dan is de papen die aan de kop pakt. En dan gaan we kijken of er weer een aanval komt. Ja. Terwijl jij misschien het kaartje even aan het doornemen was, kan jij mij misschien uitleggen waarom ik soms tegenliggen zie witten? Waarom zie ik soms mensen nog naar beneden gaan? Wie zijn dat? Dat komt volgens mij omdat we dat parcoursje toch echt wel heel gek heen en weer aan het rijden zijn. Zien we dat sommige mensen nog aan het dalen zijn en anderen aan het klimmen. En dat is chaos. En dan hebben we ook Kurt van der Plas. Die zegt mooie race om te volgen. En ik moet vertellen Witten, wij zijn ook echt aan het genieten. Want de beste e-racers van Nederland en België staan hier vandaag in de start. En dat is onder andere ook Kampenaars. En dan denkt hij misschien, Kampenaars, je legt toch al die gasten erop. Maar zo makkelijk is het niet. En Snollebollekes, ja zo makkelijk is het ook niet. Die heb ik niet in mijn playlist vandaag. Maar volgende week wel. En jongens, is er nog een DJ die voor ons wil draaien? Volgende week is DJ Spin die platen. Want dan wil ik weer live muziek rammen. Want dan rijden we de Champs-Élysées. Ja, dan wordt het Baguette, Fromage en alles erop en eraan. Maar voorlopig rijden we gewoon op Engelse grond. En we rijden ook aan de linkerkant van de weg. Misschien liever omdat ze wel weten dat er wat renners naar beneden gesjeerd komen. Maar ja, over de veiligheidsmaatregelen, daar is hier nog geen sprake van. Die renners die rijden gewoon in die aerotruck. En die kunnen gewoon zonder tussenkomst van dranghekken of pionnen naast elkaar rijden op hetzelfde parcours. Ze zijn lief voor elkaar, lief. En ik denk dat je elkaar digitaal ook niet omver kan rijden. Maar wie zichzelf wel omver aan het rijden is, dat is Bart. Die is hier volgens mij van live in beeld. Bart van de Kempen was hier in de studio nu ook voor aan het geven. En Kampenaars, ja, die rijdt hier aan de kop van die groep. Hij rijdt zelfs langzaam weg. Liever is dit zo'n stille, stiekeme demarage. Is het op zijn zoete melk? Wat is Kampenaars aan het doen? Dit is een momentje. Let op, hij krijgt het niet cadeau. Nee. En dan komen we daar langs die bakstenen. Lieve, ja, als je dat weet, dat bakstenen in muurtje, dan wordt het stel. Hij denkt, ze hebben het gezien. Ja, ze hebben het gezien. Nou, Victor, wend er maar aan. Want dat is e-racen in een live uitzending. Ja, dan kan je niks meer stiekem doen.
dan moet je het gewoon doen met de benen. Dan moet je bijna getelefoneerd gaan demareren. Dan kijk je even in die camera en dan wil je juist getelefoneerd demareren. Je wil juist je concurrentie een beetje bang maken. Maar ja, Victor, ik weet niet of jij nog zoveel schrik inboezemt bij Lennart Teugels. Want ik zie ondertussen meer zweet van het gezicht van Kampenaerts afdruipen dan van het gezicht van Lennart Teugels. Ja, en Lennart Teugels geconcentreerd als altijd. We kunnen het hier nu lijf onder onze neus lijkt zien. Alsof Matthijs de Leng, hij kraakt, dat hij kraakt, hij kraakt. Matthijs de Leng, onze renner van Jan van Arkel, kraakt. Ja, er wordt nu maximaal getrapt op deze klim. Keith Hill lijkt de scherptrechter te zijn in deze rit. Hierna komt namelijk nog één klim, maar die is korter. Dit is de zwaarste beklimming van de dag. Ja, en laten we wat meer resultaten zien dan enkel de top 10. Nou, die gaan we er straks wel intoveren wanneer dat kan. Maar we kunnen niet de hele tijd schakelen op tussendoor, want dan wordt het één grote chaos. En het staat hier te gebeuren. En waarom is dit zo belangrijk? Hier wordt de winnaar van de totale competitie bepaald. Want als Lennart Teugels in die top 20 blijft, dan is hij binnen. En dan is hij eindwinnaar in het klassement. En dat moment, dat willen we natuurlijk niet missen. Daar zit iedereen voor te kijken. Daar staat iedereen voor op de banken. Ja, je zou voor minder fan worden van e-racing. Maar ze geven hem niet cadeau. Want hij rijdt hier op kop van die groep. Maar achterin zijn ze aan het kijken. Aan de sparen aan het denken. En ze analyseren de beelden. Ja, want iedereen die kijkt natuurlijk mee naar die livestream. Terwijl die aan het rijden is. Iedereen is Lennart Teugels aan het monitoren. Op zoek naar dat zwakke moment. Maar dat zwakke moment, dat komt voorlopig nog niet. Ja, en die cadans die verlaagt voorlopig nog ook niet, lief. En hij verhoogt ook niet. Ik denk dat die man maar 65 rpm rijdt ongeveer. Oh, jongens, wat gaat het hard vandaag? Wat gaat het hard in de Beneliga, jongens? Wie denken jullie dat er gaat winnen? Even een polletje, laat het weten in de chat. Ik ben benieuwd, jongens. Is het Kampenaerts of gaat iemand anders met de winst vandoor? Ja, daar gaan we naar zo'n eikpunt. Als we daar dat tunneltje onderdoor gaan, lief, dan weten de mannen, we komen op het laatste deel van de klim. Ja, je zou dan optisch denken dat je boven bent, maar dat ben je nog niet. En dat weet ik, Jolie Verstraeten, die dacht, was ik maar boven. Maar hij rijdt gewoon netjes op plek 8 in de groep. Ja, de mond die gaat open, die weet, oh, Witten heeft het gezegd, ik moet nog doortrekken. En Lieven kijkt toe, dat mag niet inhouden. En de grote Lucinda Brandt, die kijkt geloof ik mijn schouder mee. Ja, die weet hoe je wereldkampioen moet worden. Ja, die als je door wil zetten, ja, dan moet je het nu doen. Wie weet wat jij dan ooit wereldkampioen van dat Schelde-peloton. Maar ja, zover is het voorlopig nog niet, want de titel moest hij dit jaar afstaan. Wie daar ook voor strijdt is Victor Kampenaerts. Maar die rijdt ook gewoon mee voor de etappezegen. Terwijl die horen dat tunnetje doorgaat in rit nummer 9 van de Beneliga. Ja, en was hij eerder ingestroomd, dan had hij misschien wel mee kunnen doen voor eindwinst hier. Maar ja, cadeau gekregen had hij niet. En in de sterrengreep stond het dan ook niet dat hij hier wel eventjes ging winnen. Want dan moet hij toch afrekenen met de renners bij wie hij nu in de groep zit. Bij bijvoorbeeld Lennart Teugels. Bij bijvoorbeeld Joni de Bok. Want dat zijn de renners voor het klassement. Samen met Van Aalst en de Kok. Ja, die mannen die houden elkaar in het vizier. Die grijpen elkaar bij de keel. Want dat verschil, zoals ik zei, is maar een paar puntjes. En dat is ook mega spannend. En dan kijk ik vooral naar die strijd voor die derde podiumplek. 5 puntjes verschil tussen Mathieu de Kok en Stefan van Aalst. En dan weten ze, ik moet vooral voor die anderen rijden. Ja, en Van Aalst die heeft meer kans in Parijs dan de Kok. Dus Van Aalst moet gewoon aanhaken. Maar dan wordt het nu spannend. Want nu is aan de gaten. En het is Lennart Teugels die dat aan het organiseren is. Die is het aan het regelen. Die trekt hij door aan de kop. En dan op 2 seconden Kampenaerts, de Bok en de Papen en Vermeulen. En daarachter dan een klein split-up op plek nummer 9 met daar Van de Bos en de Kok. En dat betekent dat de Kok daar Van Aalst uit het vizier begint te verliezen. En Van Aalst zien we hier in beeld. Ja, die hoort dat, die weet dat, die voelt dat en die moet nu aanhaken. Want dit is zijn stuk. Het vlakt een beetje af. Ja, hij wappert met die hand. Hij heeft het zwaar, maar ik denk dat de Kok het zwaar heeft. En wat is nou mooi, de Kok die hebben we ook gewoon op de zoom. En die pakken we hier erbij. Ja, en die moet doorgeven. Die moet doorzetten. Hij schakelt op. Ik kan het gewoon horen hier. Ik hoor die cassette gaan. De tandje gaat naar rechts. Dit is 53-11 bergop. Dit is volle bak sprinten. En dat kan je laten bekopen. Want dit was niet eens de laatste klim. Hierna komt er nog één. Hierna komt er nog één. Ja, en dan gaan we ook even inchecken, denk ik, bij de mannen in de studio. Want ik zag net een iets zagrijniger, maar nog steeds geconcentreerd gezicht bij Etienne van Empel. We pakken hem hierbij. Etienne, jij hebt groep 1 definitief moeten laten gaan. Rij je nog voor die top 20 vandaag? Nee, ik heb een aantal dropouts gehad. En denk een halve minuut stilgestaan. Kijk, dat helpt natuurlijk niet mee. Dan gaan we jou laten voor wat het nu is. Probeer je te focussen op de race die er volgt. En dan gaan we terug naar die kopgroep. Dan zien we dat ze daar rijden in die aerotub naar beneden. 0 watt per kilogram lichaamsgewicht. Ja, dat is de benen stilhouden. Wie dat ook doet, is Lennart Teugels. Lennart, we gaan richting die laatste klim. Hoe schat jij je kansen vandaag op de eindzegen? Die is bijna binnen. Maar op de ritzegen moet ik zeggen. Het zal denk ik een lange rechte sprint worden, dus ik zie het wel zitten. Het is een klim die mij ligt, dus...
Ja, jij hebt hier een paar hele sterke tijden gereden op deze klim. Durf jij te laten afhangen van de sprint tegen deze mannen? Ja, ik denk dat ik in de keer 4 minuten 30 gereden heb en dat de tweede of de derde tijd is. Dus als ik dat kan herhalen, moet ik het niet echt op mijn sprint laten komen. Dus. Kijk, nou Lieven, hebben we het eigenlijk al gehoord. Deze man die gaat vanaf de voet aanzetten waarschijnlijk. Om dan te kijken wie hij nog in het wiel heeft. Ja, en dan zullen het, als er nog renners in het wiel zitten, een sprintje worden denk ik van stervende zwanen. Ja. Iemand die ook aan het sterven is op dit moment op zijn wc, in zijn badkamer. Ik weet niet waar hij allemaal zit in de kelder. Is op dit moment de Rick van Breda. En daar onderin heeft hij volgens mij een geheime voorzaat aan blokjes liggen. Ja, ik heb volgens mij hem laten vertellen toen hij hier was, dat het de bijkeuken was waar hij zat zelfs. Ja, en dat is vaak een coole plek natuurlijk. Ja, en hier in de studio is het ook goed koud vandaag. De deuren zijn wagenwijd open. Ja, en het ligt natuurlijk gewoon een lekker pak uit sneeuw buiten. Ja, de temperatuur is laag. Er wordt meer gedacht naar schaatsen dan naar fietsen. Maar het fietsen, dat staat centraal vandaag. Hier in de Beneliga. Het grootste fietsevenement op dit moment. Etappe nummer 9. Dat betekent dat we naar de ontknoping gaan. En dat de eindwinnaar hier vandaag gekroond gaat worden waarschijnlijk in de studio van IRS en TV. Want bij de top 20 moest hij eindigen. En we hebben een split-up naar plek nummer 8. Dat betekent, als hij gewoon uitdoet in deze groep, is hij de winnaar in het eindklassement in de Beneliga. En dan mag hij vandaag die specialist in handen gaan nemen, samen met de eer, voor plek nummer 1 in het eindklassement. Maar ja, er staat meer op het spel, lieven. Namelijk een etappezege in de Beneliga. In etappe nummer 9, Surrey Hills, bovenop een klim hier. En dan kan je hier winnen van Victor Kampenaerts. En dat wil je doen, hè? Ja, dat is toch echt wel een mannetje wit. En als je dan op het podium staat, als je dan wint, ja, misschien wel een tweede of een derde plek, ook wel schitterend. Dan met zo'n klepper, zo'n sterke renner als Victor Kampenaerts. Maar ook Lennart Teugels, die op dit moment een gooi doet naar de eindwinst in de Beneliga. Zet het vuurwerk maar alvast klaar, jongens. Ja, en dan gaan we toch nog even naar iemand schakelen in de studio die we nog niet hebben gehad. Namelijk naar Laura. Ja, die rijdt hij ook gewoon op volle bak. Laura, ja? Do you got any last words of support for Lennart? he doesn't need any. He always tells me what he's gonna do and then he just does it. And what is he gonna do today, you think? I think he's gonna win. So that's clear. Nou, voor iedereen thuis, hè, als je niet zo goed in Engels bent, dan zegt Laura hier, ja, Lennart vertelt me eigenlijk altijd wat hij gaat doen. Wat zijn tactiek is. Toen zei ik, ja, wat is de tactiek? Wat gaat hij doen? Ah, hij gaat winnen. Nou, dat is duidelijk. Duidelijk, ja, jongen. Lennart, je weet wat je te doen staat vandaag. Je moet alleen even Victor Kampenaerts, Jari Verstraeten en Stefan van Aalst verslaan. En ook Joni de Bok. Maar ja, wat staat dat nou weer voor? Ja, helemaal niks toch? Nee, ik zit te grappen, want dat zijn de sterkste renners op dit moment in de Beneliga. Dat zijn de mannen die we elke week een kop zien. En die Teugels, ademt hij wel? Ja, ik hoop het wel, want hij zou wat lucht nodig hebben vandaag. Ja, ik heb live gezien dat hij toch echt hartslag gegeven iets heeft. Dus er schijnt toch wel leven in die man zitten. Het is dan toch geen robot. Maar hij laat je zien op de Wahoo, in de studio, dat hij het thuis kan, dat hij het in Atea kan, dat hij het gewoon in Dordrecht kan in de studio van iedereen. TV. Lieve die man, die zal dus buiten ook gewoon moeten kunnen. Het is een kwestie van tijd voordat dat er ook uitkomt, denk ik. Ja, het is inderdaad een mooie race. Hè. Jongens op de socials, chat gezellig mee. Wij lezen alles. Ik ga je vertieken vertellen. Na de race kijken we alles terug en dan zitten we te genieten. Want dan genieten we van Pieter de Pape, want die gaat winnen vandaag. Dat zegt Bart Pieters. En dat is een ploeggenoot, kan ik je vertellen. Dat is een ploeggenoot van ook Laura en Pieter de Pape van S-Bikes, Dolcini. Ja, en ik zie Thijs Mertens, die volgens mij gewoon in de race zit. Die is dit teugels wel van vlees en bloed. Die heeft dus even een momentje genomen om even naar die comments die te gaan. Die afdaling misschien met hem. Ja. Die ziet daar wat er gebeurt en die denkt, oh, die heeft dat vervoer gevoeld. Die weet wat er voor nodig is. Die ziet teugels gaan. Hier live in beeld. Ja, en dat shirt, dat is wel opengeritst. Maar lieve, dat zegt bij deze man volgens mij helemaal niks. Hij heeft net verteld, ja, 4 minuten 30, dat ga ik denk ik doen. En ik weet niet of het toen nog wel een topvorm was. Vandaag lijkt het in ieder geval wel een topvorm te zijn. Ik denk liever dat hij naar een tijd van 14 gaat hier. Yeah. En dan weet Victor Kampenaerts ook. Nou, die heeft hem uitgedaagd vandaag op de sociale media. Ik weet niet of hij daar ondertussen spijt van heeft of niet. Ze zitten in ieder geval bij elkaar. En Thomas Rief die bekijkt dat vanuit thuis. Ook hij is gespannen voor die battle hier live in de Beneliga. Vandaag staat alles op het spel. En natuurlijk niet alleen in de top 10 hier, liever. Niet alleen in de top 10. Want daarachter gebeurt ook van alles. Er wordt gestreden voor dat vroege klassement. Er wordt gestreden voor dat onder 23 klassement. Ook daar ga ik straks nog even naar kijken. En er wordt ook nog gestreden volgende week voor dat sprintklassement. Voor die fast forward wielen. Ja, die sprinters die zijn vandaag waarschijnlijk thuis gebleven. En als ze al meedoen, nemen ze een soort halve snipperdag. Want er is niks te raden vandaag. Behalve een stukje conditie.
Ja. Terwijl ik je kan vertellen dat hier een groepje achter zit op 9 seconden. Op 9 seconden zit hier toch een groepje achter Witten. Gaan die terugkomen? Ja of nee? Of zijn het de Valkeneer? Is het Kampenaars? Gaan die het doen? Laura, die weet het in ieder geval. Het gaat Teugels zijn vandaag die voor de winst gaat. Ja. Teugels die kan er mee lachen. En Kampenaars die kan er ook mee lachen. Die kijkt naar opzij en volgens mij zegt hij in zichzelf: zoek, verdomme, de Teugels gaat het helemaal niet doen. Ik ga het hier doen. Dit is de tweede groep, Witten. Inderdaad, groep 2. En dan zien we dan inderdaad de kok daar nu zitten. Ja, de kok die baalt als een stekker. Want Van Aals die zit in die groep daarvoor. Ja, en ik heb het al gezegd, lief, en dat is de strijd voor plek nummer 3 in dat klassement. Ja, en daar zit Mohamed Rayes zit in deze groep. Jelte Krijnsen zit daar. Michiel Minnaert zit daar. Joost van der Bos zit daar. Ja, dat is de man die hier altijd vooruit reed, maar die heeft het moeten bekopen. Hersen Boet zit daar. De kok zit daar. En Jesse Huibrechts, die we net in beeld zagen, die zit daar niet. Ja, en ik zeg, een rotondetje pakken, Witten. En ik heb hier even dan één vraagje voor jou. Ik ga je even aan het werk zitten, want jij noemde het Jelte Krijnsen. Onder andere. Kan je kijken waar Anthony van Loppen dan zit? Want we hebben ook nog een flinke battle voor het onder 23 klassement. Ja, dat kan ik jou vertellen. Ga jij eens even zoeken en dan wel. Gaan we naar opdraaien, Witte? Gaan we naar opdraaien? Ja. Je ziet dat rode lijntje. 7,9 kilometer nog in de race. En dan gaan we dus langzaam naar het slot. Maar ja, dat is nog niet echt de slotbeklimming, want die is op 2,4 kilometer lang. Ja, en die race die duurt 44,4. En we zijn 38,3 ver. En dat betekent dat we nog niet zo lang weer te gaan hebben. 7,7, diepe finale van etappe nummer 9. Dat zijn de laatste hoogtemeters. De laatste klim voor de punten in deze Beneliga. Maar wat zien we hier gebeuren? Het valt een beetje stil in de eerste groep. En dan krijgt de tweede groep de mannen weer in het vizier. Die rijden dus gewoon nog voor de etappezegen. Die lijken gewoon terug te komen. Met Joost van der Bos en de kop onder andere. Ja, de kop die weet, ik moet terug als ik op het eindpodium wil. Oeh, Jelte Krijnsen weet het ook. Jelte Krijnsen weet, ik kan voor die onder 23 trui gaan. Want volgens mij zijn we Anthony van Noppen kwijt. Dus WPGA, jongens, ploegleiders. Arthur van Dam, pak je biertje erbij. Moedig die jongen aan. Moedig die jongen van WPGA aan. Want als hij erbij komt en hij zit hier in de achtergrond, dan kan die jongen wel eens het onder 23 klassement pakken, Witte. Ja. Oeh, daar hebben we de battle, daar hebben we de battle. Ja, want Jelte Krijnsen heeft 77 Offermans punten, ook, hè? Waar Anthony er 103 heeft. En waar zit Offermans dan? Gaat Offermans zit op plek 19 en dat is op 1 minuut 12. En dat is een goed groep. Ja, maar wel een groepje achter Jelte Krijnsen, jongens. Dus op dit moment Jelte Krijnsen die gaat aansluiten bij de eerste groep. Hij gaat voor het onder 23 klassement. Overal strijd in de Beneliga van e-racing TV. Ja, en dat betekent dat Offermans zich aan het richten is op het sprintje. Die kan nog maximaal 15e worden volgens mij. En voor de top 20 pak je punten. Dus die staat aan het richten. Hier zien we in beeld. Hij heeft het gehoord. Het onder 23 klassement, dat kan nog steeds. Maar ja, hij voelt ook de hete adem van Jelte Krijnsen in zijn nek. Want er staat maar 2 punten achter hem. En dan kunnen ze samen terug gaan komen op Anthony van Noppen. En dan krijgen we waarschijnlijk 3 man die ongeveer gelijk zijn in het klassement als we gaan richting die laatste dag. Want dat er punten komen voor Anthony van Noppen in het klassement, dat lijkt me vandaag onwaarschijnlijk. Ik had hem nogthans opgeschreven voor vandaag, maar de man was zenuwachtig. Hij zei ook, ja, ik heb een beetje last van mijn knie, een beetje dit, een beetje dat. Ik dacht dat hij het indekken was, maar misschien was het echt. Maar de mannen die niet indekken, dat zijn de mannen in de studio. En wat zie ik hier gebeuren, lieven? Cijfers in het oranje bij Lennart Teugels. Hij gaat naar de kop. Hij rijdt nou 4.9, hij bereidt zich voor. En ik verwacht straks een explosie als we ooit tevoren in de Beneliga. Hou die man in beeld. Een man met een blauwe fiets en een oranje petje. Dat is Victor Kampenaars op dit moment in het laatste wiel. Maar ik kan jullie vertellen, die man kan wel eens gaan winnen vandaag. En anders is het Lennart Teugels, de man die wij in beeld zagen. En dit is de battle, hè. Deze twee mannen. Lennart Teugels, Victor Kampenaars. En dan dadelijk ook weer Lennart Teugels. Ja, die kijken elkaar eens even virtueel in de ogen aan. Die hebben elkaar uitgedaagd. We hebben Victor gehoord. Die zei, ik pak die Lennart Teugels vandaag. Maar Lennart denkt, nee, je gaat mij niet pakken. Je gaat mij niet pakken. Het wordt vandaag strijd. Het wordt vandaag strijd op Fox Hill. Inderdaad, strijd op Fox Hill. En dat is een mooi toneel om zo'n strijd uit te voeren. Ja, dat weet Victor Kampenaars ook. Ik vraag me af dat hij hier in het echt wel eens een keer gevlamd heeft. In ieder geval digitaal. En dan kan hij ons gaan vertellen hoe dat was. Ja, die concentratie die stijgt. Want ze weten, dit is het moment dat het gaat gebeuren. Dit is het moment waar we allemaal op hebben gewacht. En we zijn al bijna een uur ver, lief. En dat betekent dat je toch erg wat koolhydraten moet innemen in deze race. Dat weet ook Jari Stravers. Ja, in de concentratie. En we gaan maar eens even een vraag stellen. Ja, hij kijkt een beetje zuur. Ik zie ook niet echt een paintface. Zie je wel af vandaag, Jari? Nou, veel te veel. Te veel? Ja. Ja. En zit het een beetje naar je verwachting of valt het tegen? Ja, het valt niet tegen. Ik rij nog voor top 40, dus... Top 40 is gewoon netjes inderdaad. Ja. Als je kijkt naar dat startveld, heb jij zicht op Anthony? Want we hebben net genoemd dat hij een beetje in de penarie zit voor het onder 23 klassement. Ja, ik zag hem net erin zakken, dus ik denk dat het niet is. Oei. En ik heb gehoord, Witte, van de ploegleider van WPGA. En dat is de man van Jelte Krijnsen, die op dit moment
over die Anthony van Noppen heen gaat. Ja, virtueel dan, want dit soort zaken doen we natuurlijk niet aan. Ja, die vertelt dat die Anthony van Noppen die heeft vandaag geschaatst. En die heeft misschien tijdens dat schaatsen een neutje Jägermeister genomen. Ja, dat is niet bevorderlijk voor deze race. Terwijl we nog 5 kilometer te gaan hebben tot de top van deze klim. Ja, en ja, ja. De etappe. De man van Jatte Krijns gaat over Anthony van Noppen heen met het scheutje Jägermeister. Dat klinkt als een hele berg testosteron. Dat klinkt als een hele goede dopingsmoes als we in de quiz hebben gehoord vandaag. Nou, laten we daar maar niet te lang bij stilstaan. Maar waar we wel stil bij moeten staan, is dat onder 23 klassement. Ja, oh, Vermeulenrijdweg op dit moment. Vermeulenrijdweg, een klein gaatje. Oh, cijfers in het oranje, cijfers in het oranje. Witte, let eens even op. Ja, ik ben bij de les, maar lieve, het is 4,7 kilometer. Dat kan ik toch nooit heel die klim volhouden? Dat kan toch niet? Dat is toch onmenselijk? Dat gaat toch niet? Ja, dan denkt ook Van Aals. Die denkt, nou, ik pak jij gewoon terug. Voorlopig blijven Kampenaerts en Lennart Teugels blijven gewoon zitten waar ze zaten. Die houden zich een beetje in. Ja, de groep is natuurlijk wat groter geworden door de aansluiting van groepje nummer 2. Dat betekent dat we een kopgroep hebben waar je echt kan profiteren van de draf. Dat wil je zo lang als mogelijk doen. Dat wil je zo lang als mogelijk doen. Zodat je zo hard als mogelijk die klim kan rijden. En dat lijkt nu te gaan beginnen. Oh, ja, ja, ja. Discours, we gaan discours, nu beginnen, lieve jongens. Let op. Hoppa. Je mag nu niet meer weglopen. Dit is het moment. Al die cijfers zijn er aan je 8,6. Dat ga je toch bekopen, lieve. Dat ga je toch bekopen later in die klim. Oh, power-ups worden ingezet, jongens. De power-ups te verder weten, dat maakt ze lichter. En ze weten, nu moet je aanhaken. Nu moet je aanhaken. De scores in de been liggen. Alle cijfers naar het oranje. En wat betekent oranje? Dat betekent dat het serieus hard gaat met op dit moment Victor Kampenaerts aan de leiding. Teugels volgt hem. De Papen erachteraan. Van Aals erachteraan. De Kok erachteraan. Nu moet je erbij zijn. Nu moet je erbij zijn. Anders word je gelost. En Harrison Wood wordt op dit moment gelost door Victor Kampenaerts. Die op dit moment in de aanval gaat. Hij weet, dit is mijn moment. Met een uur op dit moment te gaan. Witten, een uur. Zijn koers stopt op dit moment. Maar hij moet nog door. Want het is nog 4 kilometer vandaag. Ja, in de Benelux. Dit is de bonus van het werelduurrecord. En kan die het al langer dan dat? Hij knijpt met de ogen. Hij gaat maximaal. Prachtig om te zien. Ja, deze man die laat gewoon zien dat hij niet bang is om te tonen wat er voor nodig is. Dat een prof ook vol kan gaan in een deelnemersveld dat gemengd is. Met clubrenners, met Conti-renners. Vol op vermogen. Hij zet dit door. Dit is alles of niks. Krijnse alles krijnse of niks. Moeten bekopen. De ja, man ja, op de... ja, oh, één ja, voor ja. Één vliegen ze af. De sterkste blijven over. Oh, het is een gladiatorgevecht. Pieter de Papen die gaat mee. En Lennart Teugels die gaat mee. En Van Aals die wilde heen. Met de bok in het wiel. En de kop moet loslaten. Dus Van Aals die deelt een tik uit voor dat podium. De bok die lijkt ook te weten van, ik moet er nu naartoe springen. En dat doet hij ook. Dat doet hij ook, want hij sluit hier aan. Dat betekent dat we 4 man krijgen. Hier 5. 5 man los. 5 man los. Een groepje van 5. Allemaal Belgen. Met Jody de Bok, Teugels, de Papen en Kampenaerts. En Van Aals, de man van BZR. En de mannen van BZR doen goede zaken. Dit is een mannetje van Bataia. Dit is iemand van Keukensbuizen. Dit is een man van Tartaletto. Van Aals is van BZR. En de Papen van Dolcini. Dit zijn allemaal mannen, ja, die allemaal niet voor elkaar gaan rijden. Want het zijn allemaal verschillende ploegen. We hebben de sterkste ploeg op dit moment in de Beneliga. Terwijl het tunneltje onderdoor gaan. Even verkoeling. En dan hup de zon weer in. En we gaan klimmen met Kampenaerts op kop. Ja, dat valt hier nooit meer stil. Die gaan doortrekken tot de finish. En Victor gaat nog een keer aanzetten. 6,7. En de Papen, die gaat nu naar de kop. Die gaat naar de kop. We zien die cijfers in het oranje. Oeh, Kampenaerts is aan het afzien. Oh, jongens, dit man, is jullie moment, man, jongens. Je kan Kampenaerts lopen. Hij is zwak op dit moment. Je kan hem pakken. Dit is je moment om Kampenaerts te pakken. Zijn je nou teugels. Zwak, lieve? Ja, ik zie het gebeuren, Witten. Ik zie het gebeuren. Kampenaerts zit helemaal stikdood. Nou, ik wil toch wel een klein beetje rectificeren. Er is een verschil, lieve, voor mij tussen zwak en iemand die kwetsbaar is. Ik denk dat hij kwetsbaar is, inderdaad. Want hij stelt zich gewoon kwetsbaar op door hier te verschijnen. In de Zoom, maar inderdaad, laat dan gewoon zeggen dat hij zwak is. En kijken wat er dan gebeurt. Zijn er dan mannen die van die zwakte gaan profiteren? Nou, dat proberen ze hier wel te doen. Maar ze rijden naast elkaar. Dat lijkt een beetje als, was het Bart en Liemert van de Broeken volgens mij in Luik, Basnaken, Luik. Kijk hem eens even in de ogen om dat te demareren. En dat doet Teugels nu. En Teugels is er van de Broeken. Hij gaat er vandoor. Ja, hij neemt nu over. Maar kan Kampenaerts dan terugkomen? Of wordt dit een genadeklap? En gaat Kampenaerts dan huilend in bed liggen vanavond? Of komt hij nog een keer terug? Teugels deelt hij de lakens uit. Hij wil zijn eindklassement in de ver zitten met een etappezegen. Teugels, let op. Niet normaal. Niet normaal. Hij is gelost. Teugels op dit moment op kop. De man in het Belgische shirt op dit moment op kop. Er zijn 2 mannen op dit moment in de achtervolging. Het is Kampenaerts die aan het lossen. Het is Kampenaerts aan het lossen is. Teugels, let op. Nu is je moment. Je moet knallen. Die kan die man eraf rijden. En dit is zijn moment om de Beneliga 5 hij te doet stellen. Het. Hij doet het. Hij rijdt verder af. En dat doet ze pijn. Maar daar, de perfecte ingezette featherweight bonus. Ja, dat is bluff. De nummer 2 die heeft gewacht met die featherweight bonus om er heen te gaan. Maar hij is nu op. En hij zit niet in het wiel. En Victor Kampenaerts zit ook niet in het wiel. Maar het vlakt hier af. En dan wil ik zien
hoeveel kilometer we nog hebben. 2,7 als ik hem moet geloven daar. Maar volgens mij is het minder. Volgens mij is het hij minder. Is gebroken. Mij... Hij is gebroken. Kampenaerts is gebroken. Je ziet hem op dit moment rijden in de vijfde positie. 8 seconden, 9 seconden, wordt 10 seconden, wordt 11 seconden. Hij is eraf en Teugels, die krijgt vleugels op dit moment. Maar we zijn er bijna, lieve. Want volgens mij klopt die finishinformatie niet. Volgens mij zijn we bij 44,4 km zijn we klaar. Dan zijn we nu al die laatste kilometer moeten zetten als dat zo is. En ik lijk dit terrein te herkennen. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik wil een overshoulder shot van Lennart Teugels. Ik wil zien dat hij er bijna is. Want volgens mij is dat gewoon het geval. En dan gaan we zien hoeveel kilometer hij nog moet. Dan denk ik dat we hier verkeerde info hebben. Ja, we zijn er bijna. Laatste 100 meters. Finish tune. Hij gaat hier over de streep komen. We hebben hier de winnaar van de Beneliga. Hij heeft het gedaan. Hij wint etappe nummer 9. En die handjes kunnen de lucht in. Want dit is de eindwinnaar in de grootste competitie van heel de Benelux. En hij is hier live in de studio van Iredese TV. Lennart Teugels, chapeau en gefeliciteerd. Zo, Lennart, ja, voor één keer maken we de uitzondering. We gaan later misschien nog een keer de beelden van de finish van de rest erbij pakken. Maar ja, we kunnen de finish van de winnaar hier gewoon niet missen. Want jij wint niet alleen de etappe, jij wint ook het eindklassement. Maar die heb je vandaag in de verf gezet. Vertel me hoe jij de laatste kilometers hebt beleefd vandaag. Ja, ik moet zeggen dat Victor het echt wel goed gespeeld heeft. Alles of niks. Dat is hier dan. En daardoor was het eigenlijk in mijn kaart ten opzichte van Stefan en Joni dat ja, eigenlijk een lange sprint was en geen explosieve. Dus ja, schitterend. Ja, inderdaad. Ja, ik snap dat je hier nog even moet komen, dat je hier nog even moet plaatsen. Want dit is natuurlijk een ongekend succes. En dat doe je dan niet ineens thuis. Hè? Normaal zit je daar in je koele kamer en dan kijk je om je heen en er is er niemand. En nu kijk je naar opzij en dan zie je je vriendin gewoon zitten. Dat is toch fijn. Ja, je kan dat moment even met elkaar delen hier op afstand. Al zou Laura daar toch niet van genieten, denk ik. Leef er nog? Ja. Kijk. Nou, dus even meeluisteren wat die ook met elkaar te delen hebben, Witten. Ja, ik heb even gevraagd of ze nog leeft, maar het ziet er goed uit. Ja, kijk, ja, daar kan wel lachje vanaf. Hoe lang, Laura, hoe lang gaat het nog duren voordat jij deze overwinning van Lennart Teugels kan vieren? Voordat jij zelf te huis houdt en dan mag het, Laura, voordat jij, before you can cuddle and celebrate this victory. How long will it take before you can do this with your boyfriend Lennart Teugels? How long? For... Ja, heel erg veel lachen, want het is feest in de studio. Laten we die muziek, die victory muziek, nog even lekker laten genieten. Terwijl we teruggaan, zet ik hem, terug naar Joram, terug naar de studio, jongens. Lennart Teugels wint vandaag, Pieter de Pape wordt tweede, Jody de Bok wordt derde. Laten we het even in beeld zetten, heel kort nog even, kort die top 10, want dat zijn toch wel echt de strijders van de dag. En dan gaan we naar Joram. Inderdaad, Lennart Teugels op 1, Pieter de Pape op 2, Joni de Bok op 3, 4e Stefan van Aalst, 5e Kampenaerts. En ik hoorde in de chat de mannen zeggen, heeft u wel een parkeerticket gekocht? Want hij stond parkentje, maar wel echt misschien wel een van de beste koersen ooit gereden. Jelte Krijs wordt 6, de man die het goed gaat doen in het onder 23 klassement. Daan Vermeulen werd nog derde volgens mij op de Mont Ventoux, wordt 7e, 8e voor de Kok, 9e voor Minnaert, 10e voor Joost van den Bos op 28 seconden. Maar jongens, wat een koers hebben we gezien. Laten we genieten. Laten we nog even een feestje vieren samen met Lennart Teugels. En het feestje, dat vieren we altijd graag, want dat is de man van het feest. Dat is Joram Grootveld. God, dat ken je mij toch goed, kerel. Ja, zeker. Wordt alleen weinig gefeest. Maar wat is hier gestreden vanavond? Lucinda, we hebben een koers gezien vandaag. Heel spannend. Jeetje mina, het was echt, ik heb een paar grimassen voorbij zien komen op het einde. Victor, die echt ging sleuren als een malle, ja, die probeerde de boel te lossen. Ja, maar als je ook die getallen ziet van wat ze rijden, dan al na zo'n rit die gewoon, waarin je eigenlijk volgens mij al heel de tijd eigenlijk tegen je limiet aan zit te rijden. Dan, ik ben ook achter één ding gekomen. Ik ga sowieso niet tegen Lennart fietsen, want dat verlies ik sowieso. Maar ik ga ook zeker niet met hem pokeren, want deze meneer heeft een pokerface tijdens de race. Dat is echt niet normaal. Ja, gewoon één blik. Het leek wel dat hij niet afzag inderdaad. Maar ik zou altijd al ingaan. Ja, ik moest toch eens les nemen. Dat is ongelooflijk. Witten, dat was een heftig potje op het einde. Dat was een mooie koers, man. Ja, ik ben een beetje... Ik deel eigenlijk wat hier net gedeeld is aan deze desk inderdaad.
Ik zie wel eens mensen op de Zoom voorbij komen. Die zitten erbij als Laurens ten Dam in een tijdrit, zeg maar. Kwel overal. Ja. En dan kijken we naar de man die er helemaal boven staat. En dan zegt je brein natuurlijk van, nou, daar druipt het zweet en kwelt dan helemaal vanaf. Maar ik heb inderdaad vrij weinig gezien. Ik zag een shirt wat open was en ik zag iemand staan op de pedalen. Ja. En wat ik vooral heb gezien is, ik heb gezien dat hier inderdaad de beste IRD-ser van de Beneliga live in de studio was vandaag. En ik denk dat er niemand is die daarin twijfelt. We hebben wel iemand gehad vandaag die hem het vuur aan de schenen wilde leggen. Victor Kampenaerts. Victor, als het goed is, je kan je weer praten, want het was net echt al het gas erop, hè? Was heftig, jongen, was heel heftig. Ja, dat geloof ik, ja. Maar je probeerde de boel nog even uit elkaar te rijden op het einde, hè? Ja, ik probeer maar tegen die teugels is geen kruid opgewassen. Nee, jij had niet bepaald een pokerface op het einde. Tegen mij zeggen ze al iets, 1K in of 100K in, always full gas. Ja, dat is ook zo, hè? Dat is ook zo. Maar je hebt de koers wel schitterend hard gemaakt, want je ging gelijk vanaf het begin, gaf je al een klap erop. Was dat je voornemens om gelijk te filteren? Goh, ik ben geen Zwift-specialist, maar bergop doe ik voor iedereen pijn. En het is altijd mooi om direct van de start de beentjes in het zuur te zetten voor iedereen. Ja. Ik heb een leuke workout gehad. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Was die mannen sterk, toch? Ja, weet het, ja. Ja, Victor, ten eerste echt respect en fair play dat jij hier vandaag verschijnt. Ik vond het heel erg vet. En denk iedereen in de competitie ook. Maar ja, ik heb eigenlijk nog een vraagje. Kijk, Lennart, die zit natuurlijk bij een prachtige ploeg nu, hè. Laten we daar niet over twisten. Maar ja, jij rijdt in de World Tour. Kan je niet nog zo'n mannetje gebruiken voor de ploegentijdrit? Voor de ploegentijdrit weet ik niet, maar misschien iemand die Pozzo Vivo in Aru kan bijstaan in het hooggebergte. Dat kunnen we zeker gebruiken. Ja, ik denk dat je op basis van deze uitzending wel een balletje kan opgooien misschien. Ja, inderdaad. Ik denk dat Lennart zijn passages op de e-races zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Daar wordt zeker over gesproken. Zijn wattages zijn gewoon zijn echt opmerkelijk, zeker. Deze vandaag was maar een paar korte vibraties. Maar ik heb vorige week van begin tot einde gevolgd. En dan wist ik al wel, als hij dat tempo 50 minuten kan rijden, dan wordt het heel moeilijk om hem op klimmetjes van 5 minuten in moeilijkheden te brengen. Nog een mooie slotvraag misschien. Ja, vandaag is het niet gelukt. Het staat 1-0 voor Lennart. Ga jij volgende week revanche nemen? Of Champs-Élysées. Ja, mooi. Nee, ik denk volgende week een beetje specifiek toewerken naar het openingsweekend. Ja. Maar we hebben hier gewoon een slotweekend ook, hè? Ik weet niet, maar dit is prioriteiten. Het is een goede warming-up, joh. Een goede warming-up, ja. We zullen het zien, maar als ik het parcours heb bekeken. Vandaag was een mooi parcours. Mooie klimmetjes. Zo'n criterium als volgende week. Dat is anders. Ja, dat spreekt mij net iets minder aan. Ik ga zeker kijken, maar zelf meedoen zal er niet zitten. Misschien wel Jeff meedoen. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Victor. Bedankt voor het beleven van de race samen met jou. Want we hebben mooie shots van je meegekregen. En bedankt voor het hardmaken van de koers. Ondertussen hier in de studio, even de regie. Kijk, dan wordt hij even hartstikke leuk aangemoedigd. Kijk eens even, dat is nou liefde, jongens. Hey. Ja, en één huishouden. Dus één huishouden. Kunnen we gewoon weer eens een keer beelden als vanuit zien. Er hoeft geen mondkapje aan te pas komen. Nog een paar Zwift-trucs die ze misschien kan inzetten. Het power-up op het juiste moment. Heel goed. Kijk eens, door dik en dun. Zo gaat het maar net. Koers hebben we dus gezien en een aantal heren binnen die zijn inmiddels al klaar. Die zitten al op een mobiele telefoon. Ze zijn al de races een beetje aan het verwerken. We gaan dus zo meteen, vergeet het niet, hè, we hebben de winnaar van het algemeen klassement. Dus die gaan we ook zeker huldigen hier zo meteen bij ons live in de studio. Dus blijf zeker even kijken, blijf op de Zoom. Want dan kan je zo meteen zien hoe die mooie prijs mee naar huis gaat nemen. We gaan ook even kijken bij de rest hier. Jari. 40ste net, reed je ergens rond die positie? Ja. Wat is het geworden uiteindelijk? 52.
52ste. Ja. Tevreden? Ja, ik had het wagen, denk ik. Nee, toch? Ja. Het was een harde koers, geen moment vlak, dus... Nee, de afdaling vond ik wel fijn, maar... Kon je even recht overeind zitten? Ja. Kon je even je rust trekken? Hey, Jari, jij hebt natuurlijk al wel geschitterd in de criteriums. Ook het criterium der criteriums zijn oordeloos natuurlijk. Ja, volgende week dan gaan we rondjes rijden in Parijs. Schijnt ook een mooi criterium te zijn. Was dit een mooie voorbereiding daarop? Ik word er niet slecht van, denk ik. We gaan het zien. Ik doe niet echt mee met sprintklassement, maar ik kan het wel proberen, toch? Ja, dag winst. Ja, wie weet. Tuurlijk. Ja, het schijnt het WK van de sprinters te zijn altijd inzet. Daar. Hè? We hadden eerder vanavond een battle op de Zoom. Hè? De degens werden al gekruist, maar we kunnen hem nou eventjes live bij ons in de show halen. Joni de Bok. Joni, je hebt ervoor gestreden, dat sowieso. Ja, het was op de derde nog even spannend, maar ik heb een drop-out gekregen net voor de laatste beklimming. Gelukkig was het zowel bij de boek waarop dat ik 100% veel last van had. Maar daar zat ik wel van achter op de laatste klim, dus moest ik al een defect in de deel goed maken. Maar op de einde had ik nog juist de ogen gekomen, vooral omdat de naaste concurrent in de vierde plaats was. Maar ik was echt nog enkele punten in sprok op de volgende week om iets te doen. Op zich wel een goede koers geweest, denk ik. Dat geloof ik graag, ja. Maar je moest dus nog gewoon, je kreeg een drop-out en je moest dat nog dichtrijden. Ja, ik had sowieso een meter of 10 dat ik achter zat, achter het groepje. Dus het was even al een sprint rijden voor juist er nog aan te hangen. Voor die beklimming, wat echt wel zo belangrijk is om daar toch vooraan te zitten. Want zo makkelijk is het nu om die dicht te rijden. Nee, dat geloof ik. Nou, wat wel zo is, ik kijk even naar Lucinda. In het veldrijden is bij de dames Nederland boven, maar we hebben nu bij de Belgen gezien dat het België boven is. Ja, e-racing België boven. Dit is ongelooflijk. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ze zijn enorm sterk. Ze zijn heel sterk die mannen. En zo'n drop-out, ja, ik heb ook wel eens, en dat is dan heel simpel op een social ride, dat ik gewoon even een paar meter moet dicht rijden omdat ik niet zat op te letten. Dus niet eens een drop-out, maar... Een drop-out gefocust. Ja, precies. En dan moet ik al behoorlijk doorrijden om überhaupt weer terug te komen. Dus ja, in zo'n wedstrijd waar al heel de tijd volle bak wordt gereden. Zeker. Ja, knap. Nou Joni, nog één race te gaan. Ja, inderdaad. Volgende week nog sprinten op de Champs-Élysées. Dus dat is op zich wel leuk om daarmee af te sluiten. Altijd weer lekker om Parijs binnen te rijden. En dan uiteindelijk mag je lekker een pizzaatje eten op de Champs-Élysées. Met een biertje erbij. Volgens mij is dat een beetje hoe het gaat. Nou, dat moet dan nog wel geregeld worden, zeker. Dat moet dan wel geregeld worden, ja. Ja. Niet alleen voor de renners, ook voor de presentatoren. Dat is ook heel belangrijk. Hey, Joni, hartstikke bedankt dat je wel... Ja, bedankt dat je wel in de show was. En tot volgende week weer. Nou, er zijn nog een paar meters bezig. Volgens mij, Jochem, ben je binnen? Hoe was het? Wat gaan we er eens over zeggen? Ja, zonder opwarming beginnen op een klim is... Nee. En is het ook, je bent natuurlijk weer pas sinds kort in gang geschoten, dus... Ja, in principe heeft dat er niet heel veel mee te maken, want mijn inspanningstesten en zo waren allemaal wel goed. Maar ja, de eerste klim was ik gewoon nog niet warm. Toen viel ik er wel doorheen en op de tweede klim heb ik gewoon alles of niets poging gedaan. Want ja, voor de 40ste plek, als je een rit hebt gewonnen in de Beneliga, ga je niet voor de 40ste plek rijden. Nee, dus ik heb alles of niets poging gedaan. En ik kwam heel kort 8 seconden in de tweede groep, die grote groep. Maar ja, tegen zo'n groep kan je niet heel veel doen. Nee. Dus er nooit meer bijgekomen. En ik moet zeggen, op zo'n klein schermpje kan je ook niet heel veel zien. Dus om een groep te rijden was het moeilijk om te zien hoe hard ze precies in de groep reden. Dus Dan is het tactisch net wat anders uit te voeren natuurlijk. Ja, zeker. Zo zie je, zijn allemaal van die ook fijne trucken die je allemaal moet gebruiken om goed te kunnen rijden. Nou ja. Ja, het is gewoon, als je in een groep rijdt is het ideaal om te zien hoeveel wat kilogram de anderen rijden. Je kan je op anticiperen. En dat kan ik hier niet op lezen omdat het schijnt te klein is. Dus dan is het heel moeilijk om efficiënt in een groep te rijden. Ja. Misschien is het even goed om dan te vertellen hoe dat dan komt. Hè? Dat we niet in de studio altijd kleine schermen hebben. Want je kijkt over de schouder mee inderdaad bij de mooie setup die we hier hebben staan inderdaad in de studio. Alleen ja, soms dan kan er iets gebeuren. En dat was nou eventjes met Jochem het geval dat hij dan rechtstreeks op een laptop moest kijken. En dan kan het wel eens lastig zijn. Alleen ja,
uiteindelijk ga je niet harder of zachter fietsen van het zien van wat een ander doet. Dan moet je het zelf doen. Wat ik wel prachtig vind, wat hij zegt. Maar wat ik echt mooi vind dat hij zegt, is dat hij zegt, nou, als je winnaar bent in de Beneliga, dan ga je niet rijden voor plek 40. Dat laat ook zien wat de sportbeleving van die mannen is in zo'n e-race hier. Er wordt vaak gezegd, het is een game, het is een sport in de kinderschoenen, maar wordt beleefd. Ja, alsof het inderdaad gewoon, alsof het een koers buiten is, zou ik willen zeggen. En dan ga ik het niet met het wegwielrennen buiten vergelijken, maar het zegt iets over de wedstrijdspanning en de voorbereiding die de renners ervaren voor zo'n dag als vandaag. Ja. Eigenlijk, ik vind dat wel prachtig. Nou, over wedstrijdbeleving gesproken. Meneer Zonneveld, hoe was de beleving bij u in de kamer? Zucht. Ja, nou ja, wel goed hoor. Ja, afgezien van dat een klein meisje kan zeggen dat ze niet kwam slapen, ging het goed. Over beleving gesproken. Ja, dat, was het zo, ging het zo tekeer dan? Ja, niet helemaal man. Die eerste 5-6 minuten, dat stond echt nergens op. Nee. Het ging zo verschrikkelijk hard. Toen hing ik er echt nog aan mijn zijde draadje. En ja, de volgende klim moest ik gewoon eraf, dus ik reed voor plek 15 geloof ik, maar we kwamen ook geen centimeter meer dichterbij. Nee, er werd natuurlijk gewoon vol gas gegeven, die kampenaar zat een beetje op kop te beuken, dus die maakt het ook niet makkelijker op, denk ik. Het schijnt best een leuke renner te zijn, misschien moet hij dus wat mee doen misschien. Hij kan wel aardig een uurtje rammen, ja, schijnt. Ja, schijnt. Hey, maar dus het was, ja, ploeggenoot van je, die was, kon zich wel voor in handhaven, Joost, die was nog actief bezig. Had je afgesproken dingen daarover, over de race? Nou, ik zag dat hij goed bezig was en in het begin zat Etienne er ook nog bij, die had een technisch probleem. Maar we zaten erachter met een groepje met een paar echte hardrijders van het strand, met Ivar Slik en Rick van Breda en zo. Dus ik dacht, die mannen mogen lekker uitzoeken. Die mogen het oplossen. Die zijn 10 kilo zwaarder dan ik, dus ik dacht, ik profiteer mooi van ze en dan... Kijk, straks het laatste klimmetje nog wel of er wat in zit, maar het was het gat naar voren al te groot. Ja. Witten, jij hebt nog wat voor thuis. Ja, altijd weer een prikkende vraag stellen natuurlijk, hè. Voor leuke vragen. Ja, je kom maar door hoor, kom maar door. De vraag van Witten. Dames en heren. Wanneer kunnen we een column in het AD verwachten over dit mooie avontuur wat je hebt beleefd? Ja, daar ga ik wel over schrijven, ja. Ik weet nog niet precies wanneer, maar ja, het is wel een van de redenen dat ik dit doe, is... Ik vind het heus leuk en ik wil mijn eigen conditie op peil houden en meten. Maar uiteindelijk probeer ik ook wel gewoon tot een zo hoog mogelijke leeftijd een acceptabel niveau te halen. Zodat ik mee kan doen met dit soort dingen en dat ik echt zelf kan ervaren. Dus ik heb vorig jaar al een keer over geschreven en over Zwift in het algemeen en dit soort platformen. Maar over jullie specifieke alternatief ga ik ook echt wel een keer schrijven. Leuk. Dus het is wel participerende journalistiek. Ja. Participerende journalistiek. Want ja, dan eigenlijk om af te sluiten. Hè. Je zegt ook over het platform en deze manier van sport, e-racing. Er wordt natuurlijk veel naar elkaar gekeken. Iedereen is van de wattagepolitie vandaag de dag. En dan hebben we een race met Victor Kampenaerts. Ja, en als je dan eerste staat in de competitie, dan word je misschien nog wel het meest gemonitord van allemaal. Ja, vandaag heb je kunnen meekijken naar Lennart Teugels hier in de studio. Ja, hoe moeten we nou de prestaties van zo'n man schalen hier vandaag? Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat hij komt en dat hij het laat zien. Ja, weet zeker. Niet om lullig te doen, maar er zijn gewoon soms jongens in de studio die het minder goed doen. En dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van zo'n platform en van de sport. En er zitten heus nog dingen in waardoor je bewust of onbewust... thuis af en toe wat hogere wattage trapt dan in werkelijkheid. Dus ja, er zitten sowieso, dat is een grote uitdaging voor al die platformen. Maar ja, ik vind het des te mooier dat Teugels het gewoon in de studio ook doet. Dat hij het thuis doet, dat hij het op zijn balkonnetje in op premiumskamp doet. Ja. En dat hij het in de studio gewoon doet. Dat is echt heel belangrijk voor de geloofwaardigheid. Ja. En voor de volgende stap van de sport. Dus petje af voor hem. Kijk. Die dat woorden, het, ja. Die kan Lennart Teugels in zijn zak stoppen. Nou, maar zo is het wel natuurlijk. Uiteindelijk kunnen we het hier ook live in de studio zien. Bedankt Thijs, weer voor deze mooie analyse. En succes met de slapende mensen in het gebouw daar. In het pand. Jo, mooi, bedankt. Dat is mooi gesproken, want dat is uiteindelijk wel wat het is. Ja, zeker. Het laten zien uiteindelijk. Mooi. Ja, absoluut. Ja, en wat heeft hij het laten zien hier vandaag, hè? Ik weet eigenlijk niet of dat nog kan.
kijk even zo ergens richting naar de gier, dat we nog een keer de top 10 misschien kunnen zien. Om ja, dan kunnen we denk ik wel even stil te gaan staan bij wie we nou eigenlijk nog meer op het podium hebben gekregen. Want wat is er voor gestreden vandaag? Ja. En dan zien we inderdaad die results. Ja, Jordan, je zei het al, veel Belgen hè, vandaag. Ja, België boven. Ja, en dan was er een battle, hè, ook voor die derde plek in dat klassement. Want ja, Joni de Bok, die laat nog een keer zien dat hij waarschijnlijk tweede gaat worden. Ja, en Van Aals, die heeft dan de kok afgetroefd hier vandaag. Maar dat betekent dat er nog spanning is tot de laatste dag. En Jelte Krijnse, zesde. Ja, die doet de serieuze zaak voor dat onder 23 klassement. Anthony had last van zijn knie, hoorden we. Die moet aan de bak. Die heeft te veel op het ijs gestaan. Die kon zich niet inhouden. Ja, dat is in Nederland, hè, natuurlijk ook nu gaande. Ik hoop toch dat hij zich rustig heeft gehouden. Stellen. Ja. Ja. We hebben weer een gast op de Zoom die we al eerder vanavond hebben gehad. En we gaan even kijken of de stagiair zijn shirtje verdiend heeft. We gaan even, kunnen we je ploegleider noemen nou trouwens? Omdat jij bepaalt of hij het shirtje wel of niet verdiend heeft. Wel, ik ben een beetje van alles binnen. Ah, goed zo, maar, management. Ja. Nou, hij heeft zich wel laten zien vandaag, meneer Verstraten. Ja, zeker. Hij heeft indruk gemaakt. Hij had er straks ook bevestigd trouwens, ik heb het voor de race niet willen zeggen, maar als hij top 5 ging rijden, ging hij nog in zijn vijver springen vanavond. In zijn vijver springen vanavond? Ik verwacht beelden wel dan. Dat willen we natuurlijk zien. Dat willen we zien. Ik heb wel wat... Hij is net in de top 5, dus dat wordt koude... hij heeft een duik in het ijswater te goed. Allee, hij moet dat zeker doen vanavond. Ik zou wel eerst even checken of het water niet bevroren is. Want ik heb een paar filmpjes vandaag op de sociale media voorbij zien komen. Dat mensen proberen te springen in een bevroren bad. Maar die willen we graag terugzien op de sociale media. Hey, hoe was jouw koers? Ja. Hoe was jouw koers? Ja, ik was altijd goed mee. Maar op het, ik wist op het einde, de slotklim was het beste eraf. En dan kwam er nog een grote groep terug. En... ik heb dan gewoon met mijn eigen tempo, voor zover het nog ging, proberen rijden. En net buiten de top 10 gevallen, maar al bij al wel tevreden met de koers. Maar op het einde kwam ik gewoon tekort. Geen excuus. Nou ja, uiteindelijk zijn het de benen die het moeten doen natuurlijk, hè? Zo is het maar net. Nee, maar ik voelde het aankomen. De voorlaatste klim was al op hangen en wurgen nog mee zijn, gewoon ogen dicht en gas. Zo hard mogelijk op die pedalen rammen. En ja, ik was nog mee boven en dan zo goed mogelijk proberen recupereren, maar ik wist op het einde dat het best gedrag was. Het is net de Scheldegroep, hè? Het is gewoon gas geven en kijken wie er overblijft uiteindelijk. Ja, maar als je aan de Schelde je ogen dicht doet, dan komt het niet goed, denk ik. Hier kan dat nog. Goed zo. Nou, hartstikke bedankt dat je in de show wil zijn en wens je stagiair heel veel succes. Hopelijk mag hij blijven in de ploeg, hè? Dat is altijd nog de vraag. Hè? De stagiair moet wel zijn sporen verdienen. We gaan eens moeten overleggen. Snap ik. Ik denk wel dat hij een goede beurt gemaakt heeft. Ja, dat ziet er wel aardig uit. Dat ziet er wel aardig uit, ja. Nee, bedankt, hè. Doei. Goede knecht is natuurlijk altijd welkom, hè, in de ploeg. Een goede knecht is natuurlijk altijd welkom in de ploeg. Ja, ik denk dat ze wel, dat kunnen we wel gebruiken, een goede knecht, ja. Bidonnetje links-rechts. Ja, zeker. Laura is bijna klaar. Want we gaan even wachten natuurlijk op Laura voordat we zo meteen overgaan op de huldiging van de winnaar. Klimmen moeten sowieso, want dat zijn de laatste meters. Die finale, dat is natuurlijk wel echt een benenbreker nog. Ja, loodzwaar. We hebben het gezien hoe ze daar overheen rosten eigenlijk vandaag. En dan is het nog knapper eigenlijk wat Laura hier aan het doen is. Want ja, die mannen die zijn al lang, breed en lui binnen. Lennart staat er een beetje te kijken met zijn mondkapje op. En ik vraag me ook af, want ik denk dat ze misschien... Ik weet niet of ze in een groepje rijdt. Ja, maar dat maakt het extra zwaar. Ja, dus, precies. Dat wilde ik eigenlijk wel zeggen. En, ook op de klim. Hoppa, kijk, power-up wordt daar ingezet. Ja, 113e, hè? Ja. Ze is gewoon nog hartstikke goed bezig. Netjes. Kijk, 113e van de 140 hier. Maar we gaan gewoon even de finish live meemaken zo. Nou, we gaan zo nog even. We blijven natuurlijk altijd even hangen. Hè? Zeker de... Want ze heeft vanavond een dubbelfunctie. Ze wordt niet alleen ingezet in de studio om te rennen, maar ze mag straks ook als ronde mis aan de gang, want ze gaat straks haar eigen vriend huldigen met de prijs. Is dat even handig? Ja, dat is wel een mooie coronaproof oplossing inderdaad. Dat is een coronaproof oplossing, ja. Ja, vorige keer hadden we nog een anderhalve meter stok om de afstand te bewaren natuurlijk. Volgende week gaan we naar de finale toe. Dat wordt natuurlijk weer een hele andere race. Dat wordt een soort met van criterium eigenlijk. Ja, ook een heel zwaar parcours eigenlijk, hoor, stiekem. Ik heb me daar een beetje in vergist.
Ja, ja, ik moet natuurlijk. Het is mega zwaar. Ik heb daar wel een paar keer gereden. En ja, op tv ziet het er allemaal niet zo spannend uit. Maar het loopt toch wel degelijk behoorlijk omhoog. En ja, hoewel er zijn wel trainers ook die de kasseien voelen. Hè, maar de meeste trainers niet. Dus dan heb je dat nog als soort van voordeel misschien op Zwift. Maar ja, het loopt echt wel smerig op daar continu. Ja. Zeker. Ja, en dan wat het extra zwaar maakt daar. Ja, we gaan hem meepakken. Nee, ze is al binnen. Ze is binnen. Ja, Laura. Hoppa. Gefeliciteerd, Laura. Congratulations. Yes, hoppa. Nice. With some tricks from your boyfriend. Really good. It's finished. You're the most happy girl right now. Yes. How was your race? Hard. Yes, welcome. It's a hard final, why not? Yeah. The whole lab is hard. The whole lab is hard, yeah. But very nice that you were in the studio. And you have to prepare yourself because you're gonna give some really good kisses to your boyfriend. Lennart, we gaan zo langzamerhand naar jouw huldiging toe. Jij mag eens even mooi op het podium klimmen. Je mondkapje mag gewoon af. Want dames en heren, we hebben hier bevestigd de winnaar van de Beneliga. Dames en heren, ja, ga maar op je hoogste schavot. Daar is hij, dames en heren. Lennart Teugels, winnaar van de Beneliga. Zeker. Laura, hey, vuurwerk. Pak de fiets erbij. De fiets mag je omhoog laten showen. Kijk eens, die kan gelijk de kofferbak mee in. Oh, die is hartstikke zwaar. Hij heeft nog kracht over. En uit het vuurwerk verschijnt Laura. Yes, you can give your boyfriend some kisses. She's waiting. Ja, misschien... Oh, ze is bang voor het vuurwerk, dat geeft niet. Het is koud vuurwerk, moeten we nou vertellen It's dan. Cold fireworks, yes. Kijk, dames en heren, hij krijgt nog even 3 zoenen van de rondemis / wielrenster, dames en heren. Ja hoor. Oh, netjes. Wat een romantisch verhaal vandaag hier in de studio. Nou weet ik niet naast wie die vanavond gaat slapen, wat dat de specialist gaat zijn of wat hij dan naast Laura gaat liggen. Dat is groot genoeg. Lennart. Ja. We hebben nu 9 races gehad, 9 weken lang gestreden op balkons in Spanje, thuis in je huis en nu hier bij ons in de studio. Vertel, winnaar. Ja, we hebben eigenlijk nog geluk dat de kerstavond er van tussen gevallen is, of we mochten daar ook nog... Zeker, ja. Dus ja, het was echt fantastisch eigenlijk. Het was een mooie ervaring. Je hebt je laten zien. Het was koers alom. Ja, in deze tijd zijn er niet veel opties om... Dus ik denk dat echt een beetje een geschenk was. De perfecte timing, denk ik, ook voor e-racing Zeker. In het algemeen om zich verder te ontwikkelen. Dus ik hoop dat de stap gezet is. En ook vanuit mijn e-racing team, Belgian Drift Riders, zijn er ook wel overtuigd dat het in stijgende lijn zal gaan. Dus, ja. Gefeliciteerd. Niet alleen winnaar van het algemeen klassement, maar ook winnaar van het bergklassement. Ja. Want dat ga je ook gewoon mee naar huis met het horloge. Ja, het wordt een volle bak vanavond terug naar België. Strijkt alles binnen. Is het nog, je bent een groot winnaar. Ja, mijn koffer is eigenlijk niet zo groot. Dus ik hoop dat we niks gaan uit elkaar moeten vijzen. Maar we zullen wel zien. Het zal er wel in geraken. Veel wel de douanepapieren. Gaan we je volgende week ook nog zien bij de koers? Ik vrees ervoor, want... Ik heb ook al bericht gehad van Tartaletto dat volgende donderdag ploegtraining is. Dus dat zal weer al 5-6 uur trainen zijn. Dus... Ik weet niet of ik donderdag op mijn rollen ga geraken. Misschien wel. Misschien. Nou ja, ja. Dames en heren, de winnaar van de Beneliga 2021. Moet ik dat zeggen? Zeg goed. Dames en heren, Lennart Teugels. Yes. De fiets mag in. Dames en heren, dit is de winnaar van de competitie. We zijn er nog niet helemaal, hè. Hij haalt zijn fiets wel in de lucht en er gaan nog meer mee naar binnen. Maar we gaan nog steeds volgende week koersen op de Champs-Élysées, hè. Dus de renners thuis zeker nog niet klaar zijn. De mensen thuis, de sociale media, laat je ook allemaal horen. Laat je horen op de sociale media en we gaan elkaar volgend zien in de finale op de Champs-Élysées. Ride on!